Zou Willem-Alexander nou heel vaak moeten plassen? Ja, als manager zal hij wel zijn kanaal weten te vinden, denk ik. Ja, daar kan ik niet overheen. Dankjewel. Goeienacht. Dankjewel. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik stapte zojuist naar buiten in de sneeuw en voor mijn deur lagen twee schroefjes. Ik keek even goed, de schroefjes kwamen nergens vandaan. Niet van de brievenbus, niet van de deur. Nu vraag ik me toch af waar die twee schroefjes vandaan komen. Ik dacht zelf misschien inbrekers die schroefjes voor de deur leggen om te kijken of je er al opgestapt hebt toen je naar buiten ging. Of je ze opgepakt hebt of iets dergelijks. Maar ja, nu heb ik hem dus opgepakt, dat schroefje. Dus denkt de inbreker nu, hé, ze is weg. Ik vraag het me gewoon af, weet iemand wat dat kan zijn? En dat is ook een beetje het principe van dit programma. Als je rondloopt met een vraag, en dat mag al een hele tijd zijn, of misschien pas sinds vandaag, en je wilt graag een antwoord van iemand die overal verstand van heeft, dan is dit het moment om het even door te geven. Via 0800-1121 of via nachtzuster@omroepmax.nl als mailen makkelijker is. Of via Twitter, @nachtzuster. Of misschien even via de chat. En die vind je op www.omroepmax.nl/nachtzuster. Het makkelijkste is als je even belt. 0800-1121. Ook als je twee schroefjes kwijt bent, want dan weet ik waar ze zijn. Ronnie, goeienacht. Goeienacht, met Ronnie Kolomdande. Dag Ronnie, hoeveel jaar ben jij? Hoeveel jaar ik ben? Ja. 48. Joh, je klinkt zo jong. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. wat kan ik voor je doen? Nou, dat valt me al een tijdje op tijdens de reclames van auto's of zoiets dergelijks. Dan zie je de auto vooruitrijden. Ja. Maar die wielen die draaien rechtsom. Ja. Alsof ze naar achteren gaan. Ja. Is dat nou gezichtsbedrog? Nee, ze draaien echt naar achteren. Ja, maar ja. Als ik mijn auto weg zie rijden of iemand hier voor de deur weg zie rijden, dan gaan de wielen echt nog andersom. Ja, ja, het is een vraag die regelmatig voorbij komt hier. Oh. Grappig is dat toch, ja. De eerste keer dacht ik nog van, nou ja, hoe verzin je dat nou? En inmiddels heb ik hem toch al zeker een keer of 3, 4 voorbij horen komen. Ja, ik heb hem een aantal weken geleden op de mail gezet. En toen is hij verder niet aan de orde gekomen. Maar ik denk, nou probeer ik het dus via de telefoon. Ja, nee, heel goed. Nee, maar het is volgens mij, het is inderdaad gezichtsbedrog natuurlijk. Want ze draaien natuurlijk gewoon de kant op die ze op moeten draaien. Maar het heeft te maken met de velgen. Of je ziet het ook met paard en wagen. Dat de soort van spaken van de wielen lijken dan ook de andere kant op te gaan. En dat is omdat het gaat dan zo snel dat onze hersenen niet meer kunnen registreren dat ze zo snel gaan. En dan zien we op bepaalde punten zien we dan heel even die velg. En doordat we die dan met tussenpauzes zien, lijkt het alsof ze de andere kant op gaan. Maar het is inderdaad gezichtsbedrog. Waarom is het dan in het echt niet? Want als ik in het echt hier een auto voorbij zie razen, zie ik de wielen ook niet achteruit gaan. Nee, maar nou ja, misschien. Nee, nee. Maar dat heeft weer te maken met het feit dat een seconde beeld bestaat uit 24 beeldjes. Oké, dat is er zit een vertraging in of zo. Nou ja, niet een vertraging, maar je registreert dus maar 24 momenten binnen een seconde. En in het echt zijn dat er meer natuurlijk. Okay. Het is een beetje het principe van dat als je een boekje zo bladert en je tekent daar een poppetje op, dan lijkt het alsof die beweegt. Ja, ja, ja. Ja. En dan, zie je dus bijvoorbeeld 100 beeldjes, maar het lijkt alsof je het volledige ziet. Ja, en zo is, het ook met die, zo is het ook met die wielen. Nou, ik vind van mezelf dat ik dat heel netjes uitleg, zo midden in de nacht. Dat heb je zo midden in de nacht zeker. Ja, heel goed ik ben ook net wakker. En vorige week toen zei je nog, nou, dit is niet het principe van het programma dat ik de antwoorden ga geven. Nee, maar ik twijfel ook altijd een beetje. Maar deze vraag heb ik al zo vaak gehoord dat zelfs ik het antwoord onthouden heb. Nou, hartstikke fijn. Dankjewel voor je vragen. Ja hoor, bedankt. Doeg. Succes met het programma. Dank je. 0800-1121 als je wil dat ik een vraag voor je beantwoord. Maar beter is het als iemand die zit te luisteren die echt verstand van zaken heeft dan even belt met het antwoord. Dat is waar, Ronnie. Harm.
Goeienacht, Astrid. Dag, Harm. Hi. Hey, ik heb een vraag hier over sommige landen die doen proeven met kernkoppen. Ja. En is mijn vraag van waar blijft die... Die deeltjes, zeg maar, die overblijven, zeg maar, die ontploffen, zeg maar. De schadelijke delen, ja. Ja, ja. En ze doen het ook onder de grond. En zo, ja, hoe diep onder de grond laten ze dat ding exploderen? Oh ja. Goh, wat een goede vraag, ja. Daar hoor je nooit iemand over. Nee. En wij met z'n allen maar zuinig zijn met haarlak. Ja, bedoel ik. Ja. Ben je ook zo zuinig met haarlak? Nou, ik gebruik een haarlak. Ik ook niet. Maar ja, hoofd, nou ja, dat soort dingen. Ja, nee, goede vraag, Harm. Ik ben benieuwd of iemand daar een antwoord op kan geven. 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Fantastisch. Dankjewel, hè. Is goed, fijne dienst. Dag. Hoi. Anna. Hallo, Astrid, met Anna. Dag, Anna. Ja, ik zal hem kort stellen, maar we hadden een hele discussie. Oh. We gaan zo, af en toe gaan we naar een stembureau om te stemmen, hè? Af en toe, ja. 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 Maar, wat gebeurt er nou als je niet gaat? Waar blijft je stem dan? Wordt die ergens bij een partij geschoven of vertelt het dan niet? Volgens mij, nee, laat ik het nou niet doen. Laat ik nou niet de antwoorden geven. 0800-1121. Maak je je zorgen om je stem, Anna? Nou, nee hoor, nee. Oh. Nee. Ik maak me er geen zorgen om mijn stem. Maar in de discussie, zoals het nou op het ogenblik gaat allemaal, met bezuinigingen en politiek, hoor je allerlei kreten en meningen. En op een gegeven moment kwam dit ook ter sprake. En ik denk, ja, dat is toch wel een vraag waar ik een antwoord op wil hebben. Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Maar stemmen is wel belangrijk, hè? Dat wordt straks heel duidelijk als iemand het uitgelegd heeft. Gedaan, zal ik altijd doen. Oh, oké. Okay. Ja. Maar Anna, mijn moeder die wil dus bijvoorbeeld nooit vertellen waar ze op stemt. Oh. En wil jij het wel vertellen? Ja, zeker wel. Oh, wel. Ik heb, nou, ik ben nog zo'n, ja, ik zwier nog wel eens. Ik zou je vertellen, ik heb de laatste keer de SP gestemd. Ja. En nou ga ik toch wel voor Krol. Oh ja. Ja, ik kies voor mijn eigen leeftijd en alle brieven die ik binnenkrijg over mijn pensioen en zo. Ik denk, nou, ik ga nou maar naar Krol toe. Ja, nee, ja. Dat kan ik begrijpen. Nou, ja. Dan ga ik proberen een antwoord te vinden. En dat doe ik door heel eenvoudig te zeggen 0800-1121. Dankjewel, Astrid. Bedankt voor ik je ga vraag, Anna. Naar je luisteren. Heel fijn. Goeienacht. Dag. Jaap. Ja. Hallo. Ben ik. Goeienacht. Ik vond het steen goed wat ik dus gehoorde van die oude mevrouw die dus 82 is. Ja. En die heeft gewonnen dus alles via Radio 1. Als al die oude mensen nu is de komende maanden 's nachts opblijven. Allemaal? En eventjes volgen wat meneer Krol heeft gezegd. Hè, de laatste peiling. En dan komt hij dus op heel hoog uit. Ja. En ik heb via hem gehoord dat hij ging dus niet stemmen voor de gemeenteraad. Maar hij ging voor het Europese. En als hij nou al zijn mensen die hij nu achter zich heeft zo gaat mobiliseren dat de komende gemeenteraadsverkiezingen heel veel mensen op een oudere partij gaan stemmen. Ja. Of zorgen dat die of in zo'n gemeente er is. Dan wordt het erg gezellig. Oh. Want dan hebben de pensioenfonds, die hebben een groot probleem. Ja. Waarom? Die hebben allemaal belegd in gebouwen die nu steeds meer in waarde zakken. Ja. En die hebben dus wel vanaf 1980 allemaal daarin meegedraaid. Goed. Maar wat is je vraag, Jaap? Nou, dat was dus de vraag, hè. De opmerking over oh, dat soort dingen. De oproep eigenlijk. Ik heb Max gehoord. En ik zeg, hé, als nou Henk Krol wakker blijft. Ja. En hij luistert dit programma. Dan heeft hij werk voldoende voor de komende tijd. Ja. Goed, dankjewel, Jaap. En die ouderen hebben zijn en solidair. En dan hebben ze macht, hè? Ja. En ze zitten opgeborgen in het bejaardenhuis, maar dan kunnen ze wel stemmen. Opgeborgen in het bejaardenhuis met z'n allen nachtzuster luisteren. Nou, en wel stemmen natuurlijk, hè? Ja. Ze mogen stemmen. Dankjewel, Jaap. Ik ga een tijdje slapen. Ga jij lekker een partijtje slapen, zou ik ook doen. Dag. Oké. Okay. Ja, dag. Hoi. Regina. Ja, hallo Astrid, spreek met Regina. Dag. Bij je intro zei je dat je hoopt knappe koppen te horen die een oplossing
kunnen bieden voor de problemen. Nou, mijn probleem is als volgt. Ik heb vandaag een berekening gemaakt. Ik ben 82 jaar. Ik heb een klein pensioen, een heel hoge huur die dus nog hoger wordt. Na aftrek van die huur en alle andere vaste lasten, wat allemaal op Holtek neerkomt, de zorgverzekering, de energie, noem alles maar op. In elk geval, ik kwam uit op 22 euro per dag die ik overgehouden om mijzelf te voeden, te kleden, de kapper te betalen, de tandpasta te kopen, al zulke soort kleine dingetjes. Ik denk dat ik dat niet ga redden. Nee. Is er een knappe kop die voor mij kan uitkienen hoe ik met 22 euro per dag door het leven kan komen? Ja, nou dat is in ieder geval een hele nuttige vraag, Regina. Ja. Ja, je klinkt ook wel een beetje, je hebt ook echt zorgen. Ja, dat is heel triest. Ik ben heel bang dat ik ineens niet meer in dit huis kan blijven wonen. Nee. Ik ben hier noodgedwongen gaan wonen wegens gezondheid. Mm-hmm. Vanuit een iets goedkopere heel eensgezinswoning naar een flatwoning die nu 600 euro gaat kosten. En ik weet bij God niet hoe ik dat moet redden straks. En je kun je wel zeggen, ga er maar verhuizen naar een goedkopere woning. Waar zijn die? Ja, nee, dat is op het moment ook wel even lastig. Ja, inderdaad. En dus ik wil graag iemand horen vertellen hoe ik met 22 eurotjes rond moet komen per dag. Ik zeg 0800... Om te eten en kleden. 1, 2, 1. Ja, misschien tips en trucs. Ja, nou... Ik blijf luisteren. Ik luister altijd naar je. En ik vind het heel fantastisch programma. Met gelukkig ook een heleboel leuke vragen. Maar dit is wat mij en heel veel anderen overkomt vandaag de dag. Begrijp ik. Nou ja, het programma kost bijna niks. Dat scheelt. Dat scheelt. De telefoon kost me niks, nee. Ik ga mijn best doen, Regina. Dank je wel. Dankjewel, Astrid. Okay. Veel genoegen met je programma. Dank je. Dag. Annie. Ja? Hallo. Daar was ik, hallo. Zeg het eens, Annie. Nou, ik zoek eigenlijk een oorlogsmuseum. U zoekt een oorlogsmuseum? Nou ja, ik ben op de huisartsschool geweest in de oorlog. En ik ben namelijk al 83. Ja. En daar heb ik allemaal... spulletjes moesten we van papier maken. Ik heb een jasje bijvoorbeeld van dun papier. En daar moest dan weer vloeipapier in als voering. Maar dat moesten we allemaal met de hand in elkaar zetten. Nou, en als je weet, als je het ziet, dan zeg je van... Hoe heb je dat kunnen doen van papier? Het scheurde ook wel eens, want we moesten van alles maken natuurlijk in de oorlog, omdat we anders niks hadden. En het was een katholieke huisartsschool waar ik op zat, in Klasineveen. Maar ik woon nu in Koog aan de Zaan. Dus. En nou, die school die is er niet meer, want daar heb ik naar geïnformeerd. Want ik denk, misschien heb die dan een museumpje of zo waar ze dat in bewaren. Ik vind het zo zonde als het direct... Want ja, omdat ik 83, dus ik heb niet zo lang meer te leven namelijk. En ik denk als het dus zomaar bij de vuilnis komt, dat vind ik nou zo zonde. Nee, ik begrijp het. Maar je hebt al die tijd heb je het ook bewaard, al die spulletjes. Ja, ja. En waar lagen het dan? Nou, gewoon in een map heb ik het allemaal bewaard. Oké. Ja, en dat vind ik nou zo zonde. Ik denk als... Ja, dat is voor later, lijkt mij. En ja, het moet eigenlijk wel in zo'n oorlogsmuseum, denk ik. Nou ja, het heeft natuurlijk niet zoveel met de oorlog te maken. Nou ja, eigenlijk wel. Want ja, ergens ook weer wel natuurlijk. Wat, ja, wie maakt er anders wat van papier? Ja. Hè? Ja. Nou, en als je ziet, het is gewoon kunstig. Als ik dus mijn kennissen laat zien, dan zeggen ze, hoe heb je het kunnen doen? Ja, nee, dat begrijp maar ik. We moesten het allemaal doen toen de tijd... Er was niks anders. Nou, en nu zit het in die map? Ja, het zit in die map. En, en nou dacht ik, ja, voordat dat direct in de vuilnis gaat als mijn rommel. Want ik heb dus geen kinderen. Dus ik ben alleen. Mijn man is overleden. En ja, ik denk, ja, dan gaat dat, als dat opgeruimd wordt, gaat dat zo de vuilnis in, denk ik. Of bij oud papier. Dat vind ik nou ook zonde. Ja, nee, het is helemaal duidelijk, Annie. We moeten op zoek naar een plekje voor dat papier. Ja.
Ja. Nou, voor dat naaiwerk, want het is gewoon kunstwerk hoor, als je het ziet. Ja. Tenminste, zo in mijn ogen was ik het nou, dan denk ik, hoe heb ik dat kunnen doen? Maar ja, we moesten dat allemaal doen en er zijn denk ik wel meerdere meisjes die dat toen ook bewaard hebben. Ja, dus dat is in ieder geval een mooie herinnering, ja. als het bewaard kan blijven. Ja, en zeg ik dan voor later is dat toch, als ze dan dat nagaan in zo'n oorlogsmuseum. Nou, dan wisten ze hoe slecht we het hadden, want konden we geen lapjes kopen om van te naaien. Nou ja, dan, inderdaad, die gedachte is helemaal zo gek nog niet. Nou Annie, ik zeg 0800-1121. Wie weet waar al die papieren kunstwerkjes een goed onderdak kunnen krijgen. Dankjewel. Ja, nou. En een goede nacht. Ja, dankjewel. Nou, ik slaap altijd slecht, dus dan zit ik altijd aan jou te luisteren. Oh, dat hoor ik graag. Mooi. Daarom. Paul McCartney en It's Only a Paper Moon. 0800-1121. Albert van der Made. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had een antwoordje op die vraag over waar je stem blijft. Ja. Nou, die stem die blijft in principe gewoon nergens. Want dat is gewoon een verloren stem. Want als je niet gaat, dan breng je geen stem uit. Dus eigenlijk heb je daar gewoon niks aan. Oh ja. Het is eigenlijk gewoon zo, degene die komen stemmen, die tellen mee. En aan de hand van het aantal stemmen, dan heb je natuurlijk een bepaald getal die je nodig hebt om een zetel te behalen. Voor gemeenteraad of wat dan ook. En dan, die stemmen die tellen mee. Maar als je dus niet gaat, dan telt die stem ook niet mee. Nou, duidelijk. Waar ben je naartoe onderweg, Albert? Op dit moment naar Goes. Naar Goes. En wat ga je daar doen? Mijn laatste pelletje lossen. Uh-oh. Heb je iets in de laadbak? Ja, nog wel. Zullen we heel even Raad wat die rijdt spelen? Ja, dat is goed. Dan mag je alleen ja en nee zeggen, hè? Ja. En dan ga ik raden wat je achter in de wagen hebt. Kun je het eten? Ja, je kan het eten. Oh, dat vind ik altijd de leukste. Is het gezond? Ja, heel gezond. Oh. Is het fruit? Nee. Oh, is het groente? Ook niet. Is het brood? Ook niet. Is het melk? Oh nee, dat kan je niet eten. Nee. Eet je het zelf wel eens? Ik eet het zelf wel eens, ja. Is het paardenvlees? Nee. Is het toch paardenvlees? Nee, het is niet toch paardenvlees, nee. Zijn het dieren? Het zijn dieren, ja. Of zijn het dieren geweest? Het zijn nog steeds dieren, maar ja... Goed, ze leven niet meer. Niet meer in leven. Kippen? Nee. Varkens? Ook niet. Wat heb je nog meer? Koeien? Ook niet. Vis? Vis, ja. Heel gezond. Heb je een hele laadbak met vis? Hij was helemaal vol, aan het begin van de avond. Oh, en heb je ze ook opgehaald in Den Helder? Nee. Oh, ergens anders. Zijn het nog specifieke vissen? Het is één soort in dit geval, ja. Oh, tonijn. Nee. Oh, zalm. Zalm, ja. Echt? Oh, gelukkig. Ja. Want meer vis weet ik bijna niet. Dat is nog wel duizenden, maar ik weet het niet allemaal. Maar ja, daar was ik bij guppies uitgekomen. Ik denk niet dat je de vrachtwagen voor guppies hebt. Oh, lekker zalm. Nou, dan wens ik je een goede rit. Ja, dankjewel. Met je neus dicht. Nee. Valt wel mee. Vis eruit, dat stinkt niet. Oh, oké. Okay. Dankjewel, Albert. Is goed. Goeienacht. Jo. Dag. 0800-1121. Rol de Ruiter. Oh. Hallo. Hallo, Rol. Ja, hallo. Ja, ik wou graag twee vragen stellen. In de eerste plek, waarom discjockeys altijd zo'n branderige ADHD-taal gebruiken bij het aankondigen van platen? Ja. Je kent die schreeuwerige toon wel van de discjockeys. En ik wou ook al graag weten waarom journalisten bij interviews altijd het laatste woord willen hebben. Oh ja. Dat waren kort twee vragen. Ja, maar Roel, het zijn allebei wel een beetje aannames. Nou, het zijn geen aannames als je discjockeys hebt platen nodig te aankondigen. Het is de dagelijkse werkelijkheid, want ik luister veel naar de radio. Ik vind naar muziek ook naar Radio 1. Ja. En je hoort in interviews altijd dat journalisten het laatste woord willen hebben. En bij muziekzenders hoor je altijd dat schreeuwerige, brallerige
ADHD, die aankondiging. Dus het zijn geen aannames, het is werkelijkheid. Oh, maar dat journalisten het laatste woord willen hebben, dat bedoel je ook van dat mensen zeggen, nou, Rol de Ruiter, dank je wel. Dat bedoel je niet? Dat zou kunnen. Dan wil je praktisch zijn, eventjes. Ja. Je wilt niet even praktisch zijn? Even praktisch zijn, ja. Ja, dus je wilt mijn vraag niet verder doorsturen voor het antwoord hierop? Nou jawel, als er mensen willen bellen met een antwoord. Maar ik persoonlijk, ten eerste zijn niet alle DJ's brallerig. Sommigen wel. Dus dat zou je dan kunnen vragen waarom. De meesten vind ik. Ah, het is mij ook. Ja, journalisten die het laatste woord willen hebben. Journalisten die vragen gewoon door, toch? En uiteindelijk zeggen ze bedankt. En... Ja, maar het zijn van die bedweters, journalisten. Die willen altijd maar. Ja, dat wel. Ja. Maar ja, daarom word je journalist. Omdat je de onderste steen boven wil. Nou, nee, het is een afwijking als je journalist wordt, denk ik. Oh, oké. Okay. Ik hoop dat ik daar antwoord op krijg. Waarom altijd die brouwerige ADHD-toon bij discjockeys? Ja. En waarom journalisten altijd het laatste woord willen hebben? Ja. Oké, nou, ik ga mijn best doen. 0800... Bedankt, ja. Dag. Graag gedaan, dag. Oké. Bob, goedendag. Ja, goedenavond. Hallo. Morgen is het al, hè? Ja, wat je wil. Ja. Ja, het hangt maar er vanaf. Jij was zo enorm enthousiast over je antwoord. Oh, had ik het fout? Ja. Van de wielen bedoel je? Ja. Die achterstevoren lijken te draaien? Ja. En wat is dan het goede antwoord? Nou, kijk, in feite is het logica. Oh. Maar ik weet niet of je zo goed in logica bent. Nee, dat is logisch. Ja. Dat is logisch. In feite zijn, in feite is de beeldindustrie, zeg maar, de film, alles. Mijn vader nam vroeger met de camera dubbel 8 opnames enzovoort. En die camera's, of die kunnen maar in kleine seconden tijd bepaalde momenten opnemen. Ze kunnen dus niet de waarheid opnemen, in feite. En daardoor loop je altijd achter de feiten aan. Ja. Dus het zijn... als je een foto neemt... Ja, tegenwoordig zijn ze heel verwend. Dan zou je een film moeten benaderen... als iedere keer foto's op een fractie van een seconde. Ja. Nou, zit je daar een fractie van een seconde na... dan loop je achter de feiten aan. Ja. En dan ga je terug. Maar... Dat zei ik toch? Nee, jij zei dat het in de hersenen ligt, maar dat ligt niet aan. Oh. Jij denkt dat het aan de mens ligt, maar dat ligt niet aan. Jij ziet de werkelijkheid toch als de werkelijkheid. Maar het ligt aan de film. Ja. Die loopt achter de werkelijkheid aan. Ja, maar doordat je dus maar 24 beeldjes per seconde ziet... denken je hersenen dat het de andere kant op gaat. Nee. Oh. Nee, de hersenen denken wel degelijk dat het zo is. Oh. Alleen, de film is niet incoherent met je hersenen. En volgens mij zijn we het heel erg met elkaar eens. Maar toch ook weer niet. Nou ja, je hoeft niet toe te geven hoor. Maar. Nee, nou, ik wil graag toegeven. Dan doen we het gewoon zo. We doen het zo. Dankjewel, Bob. Maar goeie. Je moet daar echt... Echt bewust op zijn hoor, die dingen. Ja, daar moet je goed op letten. Nou ja, maar bij die survival huis gespaard. Maar toch ook weer niet. Ja. Goed, dankjewel Bob. Ik wou daar maar even mee zeggen. Nou ja, goed, de beesten liggen erop voor 6:30. Dus. Ja, niemand heeft het gehoord. Maar het idee was leuk. Nee, maar het is echt zo. Ja, ik weet het. Oké, dankjewel Bob. Oké. Dag. Fijne avond, hoor. Hetzelfde. Dag. Hey, doei. Michael Willemsen. Hoi, Michael. Hallo. Hoi. Zeg het eens. Ik weet wel aan die haar spulletjes kwijt kan. Oh, de papieren jasjes, dingetjes. Ja, ik denk bij Oorlogsmuseum Overloon. Overloon. Ja, daar zit het Oorlogsmuseum, een grote. Oké.
Dus misschien als ze daar een keer naartoe kan bellen, denk ik. Ja, nou. Dat is de enige oorlogsmuseum die ik ken en die misschien wel geïnteresseerd is. Kijk, nou. En jij dacht van, goh, het oorlogsmuseum, daar weet ik alles van, of niet? Nee, helemaal niks. Oh, je weet toevallig dat het er zit. Ik weet dat het daar zit. Oké. Okay. Nou, dan is dat een goed advies voor Annie. Ja. Het oorlogsmuseum in Overloon. Dankjewel. Oké. Okay. Kort maar krachtig. Goeienacht nog. Dag. Arie Rommers. Hoi, met Arie Rommers uit Hengsdijk, Zeeuw-Vlaanderen. Hengsdijk, ja. Ja, aan de Belgische grens. Maar ik had ook een tip voor die mevrouw. Er is nog een oorlogsmuseum. Kijk hier eens. In Axel. Dat is het Gudina Museum. En misschien kan die mevrouw contact opnemen met het VVV van Axel. En daar zijn ook etalagepoppen met allerlei kledij aan. Ook Nederlanders en zo, hoe ze eruit zagen in de Tweede Wereldoorlog. Een hele mooie documentatie en al. En dat is een prachtig museum, ondergebracht in een grote oude boerenschuur, zeg maar. En ja, als ik mijn trainingsritjes maak hier op de koersfiets, dan stap ik wel eens eventjes af. Ik zet mijn helmpje af en dan ga ik het museum bezoeken. En ja, dat wou ik als tip doorgeven. Ik wou er nog graag iets aan toevoegen. Mevrouw, het doet me een beetje pijn als mensen het woord ADHD als scheldwoord gaan gebruiken voor drukgedrag. Ja. Mijn zoon heeft ADHD en daar ben ik ontzettend trots op. Die doet het heel erg goed op school en heeft veel vriendjes. En ik vind het kwetsend als keer op keer mensen in de media het woord ADHD gaan interpreteren als iemand die druk doet. Druk is nog niet zo erg, maar vervelend. ADHD is een beperking en om mensen om de oren te slaan met een beperking is niet goed. Staat genoteerd, dankjewel. Oké, dag. Goeienacht, dag. Dag. Kevin Meester, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik had een hele, ja, het is een beetje een hypothetische vraag. Oh. Je moet je voorstellen, nou ja, het is simpel, de aarde is rond. Oh ja. En je zou theoretisch, als je hier in Nederland een gat gaat, helemaal recht naar beneden, ja. Kom je aan de andere kant van de aarde uit. Ja. Waarschijnlijk zal het water zijn, omdat de aarde toch het merendeel het water bestaat. Maar stel je voor dat je een tunnel graaft van land. Aan de onderkant van de aarde, waar ook land is. Ja. Dan heb je een tunnel. Ja. En vanaf Nederland, laten we zeggen, spring je in die tunnel. Wat gebeurt er dan met je? Schiet je aan de andere kant uit? Of blijf je in het midden, blijf je zweven? Nee, in het midden ga je dood. Ja, oké. Even ervan uitgaan dat het een heel erg hittebestendige tunnel is. Ja, dat is wel belangrijk. Ja. Ja, nou, anders smelt de tunnel zelf ook natuurlijk als het zo warm is daar midden. Nou, ja. Stel je voor dat er gewoon een tunnel komt van boven naar beneden. Schiet je er dan uit? Of, want op een gegeven moment, zwaartekracht hebt toch invloed op je. Dus je blijft in het midden steken waarschijnlijk? Ja, dat weet ik niet. Blijf je dan echt in het midden steken of ga je altijd heen en weer zo op en neer, omdat de zwaartekracht elke keer aan je trekt en toch weer doorschiet omdat je een bepaalde snelheid hebt? Ja, of heb je genoeg vaart om over het dode punt heen te komen en inderdaad de andere kant weer op te... Ja, dus dat zou betekenen dat aan de andere kant zou je eigenlijk voor diegene die daar staat te kijken, zou je eruit schieten. Ja. Ja, of net het laatste stukje moet je misschien klimmen. Spannend. Ja, dat zou ook kunnen, maar stel je voor dat je net zoveel snelheid hebt, dat je niet uitschiet en dat je gewoon langzaamaan naar het midden toe gaat. Dat je steeds meer snelheid verliest. En ja, je gaat nu wel heel veel, stel je voor dat, maar dan stel je voor dat je ook nog en dat je dan ook nog en misschien dat er dan ook nog, hè? Het is ook heel hypothetisch, want het kan bijna gewoon niet om dat te doen natuurlijk. Goh, ik ben wel benieuwd nu. Ja, ik ook eigenlijk. Het is al een vraag die ik voor een kind of aan mee zit eigenlijk. Maar het is wel belangrijk dat we de tunnel inderdaad hittebestendig maken. Ja, gewoon ervoor uitgaan dat alles kan op dat moment. Ook de tunnelgraven als zich natuurlijk. Ja. Dat is ook al onmogelijk. Lastig. Ben je er wel even zoek mee? Ja, inderdaad. Nou, 0800-1121. Ik ben benieuwd of iemand daar een theorie over heeft. Dankjewel, ja. Kevin. Oké, hey, fijne nachten. Hetzelfde, dag. Doei. Sjoerd Galma. Ja, goedemorgen Astrid, Sjoerd hier. Hallo Sjoerd. Hey, ik wou je nog even bedanken voor vorige week. Wat heb ik gedaan vorige week? Ja, dankzij jouw luisteraar weet ik wat er mis is met mijn vechthoudel. Oh, Sjoerd, ja, met de spookstoring. Ja, inderdaad. er was niks te zien.
Nee, nee, dat krijg je. Daarom heet het een spookstoring, hè? Ja, yes, maar meer dankzij Ilko weet ik dus ongeveer waar ik moet zoeken. En wat je moet doen, hè, voortaan. Ja, ik zal direct jou bellen als ik weer schade heb. Dan weet ik niet wat ik moet zoeken. Ja, ik word een soort eerste hulpdienst voor vrachtwagenchauffeurs met problemen. Ja, je kunt je vrachtwagen uit laten lezen. Je kunt ook gewoon bellen naar 0800-1121. Nou heb ik andere problemen, mijn kachel het niet. Dus, je kachel weer niet? Nee, ja, ik heb een andere auto bij me, maar er zit al warmte in de motor, maar die komt niet in de cabine. Dus ik heb het een beetje koud achter stuur. Maar Sjoerd, rij je nou weer in zo'n Mercedes, wat was het? Mercedes Prus? Ja, maar die, nou een andere. Die was vandaag in de garage geweest. En nou zei die, ja, ligt een briefje in de kachelpomp, doet het niet. Oh, dat is... bedankt! Ja, leuk! Ja, het valt er mee hoor, het is wel redelijk te doen, maar ik heb wel een muts op, laat ik zo zeggen. Ja, nou, dat hoop ik dan maar, want het is vrij koud buiten. Nou, hier kunnen we dus niks aan doen, maar in ieder geval bedankt voor vorige week. Heel graag gedaan, en nou sterkte met die auto's waar jij mee rondrijdt. Ik heb gewoon een beetje pech de laatste tijd met materiaal, denk ik. Ja, maar bel me af en toe, dat ik weet dat je niet doodgevroren ergens op een parkeerplaats zit. Nee, het komt goed, Okay. Nog wel bedankt, hè. Jo, goeie reis, Sjoerd. Doeg. Sylvana Hofmeijer. Sylvana, goeienacht. Ik hoorde de radio piepen, dus ik sta in ieder geval aan. Hallo, ja. Met wie? Ja, met Thomas. Oh, nou hoor ik hoor in de verte Sylvana. Thomas, even wachten nog. Eerst Sylvana. Ja, Astrid, ik heb een tip voor je. Oh. Voor die mevrouw die belde dat ze van €22 per dag moeten rondkomen. Ja. Yeah. Nou, ik zit zelf in een WHO-situatie helaas. Ja. Vanwege onder andere lichamelijke gebreken. En ik moet zelf, ik ben 50 plus, en ik moet zelf van €5,35 per dag rondkomen. Zo, ja. Dus dat is een heel andere koek. En ik val ook net buiten de boot, buiten alle beschikkingen. Want ik zit €85 boven de norm, de bijstandsnorm. En dan krijg je ook geen vergoedingen en toeslagen en dergelijke. Ja. Dus en hoe doe je dat? Nou, niet zo heel veel naar de winkel gaan, hè? Nee, dat scheelt. Dus alleen boodschappen, je levensmiddelen doen. En eens wat meer rondkijken naar goedkope aanbiedingen. En naar goedkope winkels zoals Lidl of Aldi. En het daarop een beetje houden. En als je kleding wil kopen, dan koop je dat in de uitverkoop. En als je duurdere goederen wilt kopen, ja, dan moet dat dan maar van je vakantiegeld. Ja. En dus ja, jij zegt eigenlijk gewoon zuinig leven. Het kan ook erger. Zuinig leven. Ja. En alle abonnementen kun je in ieder geval gaan afzeggen. Dat scheelt ook een hele hap. En als je dan per se internet wil, dan kun je altijd naar de bibliotheek voor internetten. Dan kun je altijd een half uur kun je dan gratis internetten. En dat kun je ook in internetcafés en dergelijke, daar kun je ook terecht. Er zijn best wel andere mogelijkheden hoor, om een beetje goedkoop rond te komen. Het is mogelijk. En wat mis je het meest? Ja, wat mis je het meest? Ik ben altijd een werkend persoon geweest en dat mis ik eigenlijk het meest. Ja, ja, eigenlijk meer het bezig zijn en het werken dan de opbrengsten daarvan. Ja. Dus echt de collega's en het leuke aan het werk en dergelijke. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. Maar goed, het is niet anders. Dankjewel Sylvana dat je even meedacht met Regina. Dankjewel daarvoor. Dus het kan altijd nog positiever. Ja. Nou, dankjewel daarvoor, voor die opmerking. En een fijne nacht. Oké, dankjewel. Dag. Dag. Thomas Holden. Goedenavond. Morgennacht, Astrid. Hallo. Ik wou even reageren op Roel. Ja. Met zijn hyperactieve DJ's. Ja, heel goed. Ik denk het is gewoon pure passie voor het vak. Voor de muziek. Ja, want jullie als DJ's zijn... bij jou is het anders, want jullie spelen gewoon in op de muziek van wat het onderwerp is. Ja. Maar bij de muziekzenders, daar is het meestal allemaal voor geprogrammeerd. En dan mogen ze af en toe de DJ's hun eigen plaatje ertussen zetten. En ja, dat vinden ze leuk. Dat is gewoon passie voor de muziek. En ja, als Roel zich daaraan ergert, ja, dan is het jammer voor hem. Maar
ja, het is gewoon puur ja, de muziek die spreekt. En dat vinden ze mooi. Ja, maar dat is. Ik begrijp het wel, maar het is ik geloof dat Roel ook een beetje bedoelt de DJ's die zeggen. Hey, dames en heren, leuk dat je luistert. Ik heb nog een hele stapel platen. Die gaan er allemaal nog doorheen. En ik heb hier Van Morrison met hey, Mr. DJ. Hey, dat. Ja, ja, maar ja, dat is dat zit erin geslopen dan, denk ik. Het is gewoon zo verschillend. En over het feit dat de journalisten telkens het laatste woord willen hebben, dan denk ik dat hij iets te veel naar Prem Radakishun heeft geluisterd in de ochtend. Want verder valt het wel mee, wou je zeggen. Ja, ja, verder valt het wel mee. Maar nee, ik vind het zelf ook wel een leuk programma, Premtime, als ik het kan naluisteren. Maar dan heeft hij maar een half uurtje en er moet zoveel mogelijk in. En ja, dat... En vandaar dat hij altijd even het laatste woord wil hebben, want hij wil natuurlijk alles uit een interview halen. Ja. En ja, dan gaat dat heel snel en ja, misschien ook wel een beetje hyperactief. En ben jij zelf ook DJ, Thomas? Nou, ik heb een hele tijd bij de lokale omroep in de gemeente Hardenberg gewerkt, maar die is eind vorig jaar failliet gegaan. Ja. Dus ja, nee, ik zit qua radiovak zit ik werkloos op een stoeltje thuis. Oh, oké. Okay. Maar qua gewoon werk niet? Begrijp nee, ik? Nee, het is achter het stuur, hè. Oh, oké. Okay. Heel goed. Dus als je nog een rondje 2 wilt doen met rijdt wat hij rijdt. Raad wat hij rijdt. Dan kan het. Ben je geladen? Ik ben grotendeels geladen. Oh, oké. Okay. En kun je het eten? Nee. Is het van hout? Nou, ik heb heel veel spul bij me, maar er zit vast wel wat hout tussen. Ja, maar als het allemaal verschillende dingen zijn, dan raad ik het nooit natuurlijk. Nou ja, is er meer kans. Nou, ben je onderweg naar de kringloopwinkel met oude spullen? Nee. het is allemaal nieuw spul. Oh, zijn het meubels? Nee, geen meubels. Oh, het is geen kleding, want er zit ook hout tussen. Maar er is wel een verzamelnaam voor wat je aan boord hebt. Ja, ja. Oké. Okay. En even kijken, meubels, tuinspullen misschien? Tuin, ja, tuingereedschap. Tuingereedschap? Nou, dan is tuinspullen al wel goed, vind ik inderdaad. Dat doe ik heel knap. En wat ja, nog meer dan, naast het tuingereedschap? Gewoon nog meer gereedschap? Ja, ook. Of onderdelen. Het is heel variabel. Je gaat naar de bouwmarkt. Nee, ik ga nu terug naar de zaak en dan wordt het weer verdeeld onder de bouwmarkten. Ah, oké. Okay. Nou, dat deed ik niet onaardig. Dat ging vrij snel, hè? Ja, ik wou dat zeggen. Je bent in vorm. Thomas, kun jij Van Morrison met Hey Mr. DJ aankondigen? Hey, luisteraars van Nacht, zuster, goedenacht. En u gaat nu luisteren naar een prachtige chanson van Van Morrison. Hoe heet je ook weer? Hey Mr. DJ. Hey, Mr. DJ. Nou, helemaal niet te druk. Echt niet. Het is Mrs. DJ trouwens vannacht, hè? Ja, een beetje wel. Nou, die S die denken we erbij. Dankjewel, Thomas. Hey, Mr. DJ dus van Van Morrison. 0800-1121 is het nummer hier van de studio. En of je nu snel praat of langzaam, bel even met je vragen en je antwoorden. Erik. Hoi, Astrid, goeienacht. Dag, goeienacht. Hoi. Ik had even een kleine opmerking over die mevrouw die van 22 euro per dag moet leven. Ja. Ik wou dat ik 22 euro per dag had. ik weet ook niet wat die mevrouw gewend is of zo, maar die eerdere dame die ook belde van die van 5,50 euro per dag moet leven. Nou, in zo'n situatie zit ik ook ongeveer. Ja. Een tip voor haar zou kunnen zijn dat ze met vrienden of vriendinnen samen gaat eten bijvoorbeeld. Dat scheelt al een hele hoop geld. Ja. En je kan ideeën ook uitwisselen. En het is nog gezellig ook natuurlijk. Hè? Ja. En ik denk dat er heel veel mensen op deze in Nederland zijn die niet zouden willen dat ze van 22 euro kunnen leven per dag. Nee, daar zit wat in. Want ik kreeg via de mail, dus via nachtzuster@omroepmax.nl, kreeg ik van iemand inderdaad ook even het lijstje. 22 euro per dag, dat is 153 euro per week. 660 euro in de maand, ongeveer. Ja, iets meer zelfs nog. Ja. Maar ik
het is wel altijd zo, het is heel erg afhankelijk van wat je gewend bent. Want als je gewend bent van een flink bedrag te kunnen leven en je moet opeens naar €600 in de maand. Of als je gewend bent om €400 in de maand te hebben en je krijgt, dan is het opeens heel veel. Ja, maar, dus, nou, maar dat klopt, dat heb je ook helemaal gelijk en dat had ik ook op bedacht. Maar dat heb ik zelf ook gehad. Ik heb een eigen bedrijf gehad en dat is helaas op de kop gegaan vanwege te weinig opdrachten en dat soort dingen. En ik kwam van €3000 in de maand naar €880 in de maand. Ja, dat voel je dan wel, hè? Ja. 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 En als je ook al hoort van hoeveel kinderen bijvoorbeeld in Nederland onder de armoedegrens leven. Ja, 1 op de 9, hè? Dat is echt ontzettend veel, hè? Ja. Ja, dat is echt verschrikkelijk. De enige tip die ik een beetje voor mijn vrouw heb is van, nou, ga een maandje niet naar de kapper. En ga met vrienden of vriendinnen, ga lekker eten samen. En voor €22 per dag kan je echt goed leven, hoor. Kijk, nou dat is een beetje opbeurend in ieder geval. Dankjewel daarvoor, Erik. Dat is mijn idee in ieder geval. Goed zo, dankjewel. Oké. Okay. Bye, goeienacht nog. Dag. Hans. Ja, goedenacht. Hallo. Ben ik goed te verstaan? Ja, je belt zeker over de wielen, of niet? Ja, nee. Oh. Over de wielen, ja. Dat ja. Ja. Ja, dat had ik toch wel gelijk, hoor. Oh, het gelukkig. Met de hersens. Het is namelijk zo, waar het betrekt dat is 50 perioden per seconde. 50 hertz. Maar door de traagheid van je ogen, je ziet als één licht signaal. Bij televisie is zo, maakt men gebruik van halve beeldtechniek. Dus 25 beeldjes per seconde. Ja. En dat heeft te maken dat men eerst een eerste even beeldlijnen uitzendt en dan een halve. En dat samen is dat één raster. Ja? Nou, de film wordt opgenomen in 24 beeldjes. Dus je mist in het gedeelte. Dus dat heeft allemaal te maken met snelheid. Dus dat is een beetje het verhaal wat erachter zit. Ik begrijp er niks van. Maar ik heb vooral goed gehoord dat ik toch wel gelijk had. Ja, gelijk. Het heeft te maken met de opnamesnelheid. Ah, ja, heeft, zie je. De televisie werd gelineerd. Hans, leg het maar niet nog een keer uit. Want ik denk dat er zijn altijd mensen die hebben verstand van techniek, die hangen aan je lippen. En die hebben het nu begrepen. Nee, dat is gewoon de opnamesnelheid. Ja. Het heeft te maken met 40 hertz, 50 perioden per seconde. En daar zie je gewoon het licht als één straal. En dat, dat is gewoon het hele antwoord. Ja. Dankjewel, Hans. Ja. En ik zou zeggen, gezellige nacht verder. En we praten ook gezellig door, hè? Dat is precies wat ik van plan was. Dankjewel, hè? Ik heb nog even tijd om 3 uur, hè? Oh, ja? Oh, dat is oké. Okay. Nee. Goed. Nee, maar ik doe graag op de mens ook aan de lijn. En dat is een beetje de oplossing. Dankjewel. Ja. Graag gedaan voor hetzelfde geld. Dag Hans, dag. Dag. Rob. Nee, het klopt niet. Nou, dat versta ik niet. Dit klopt totaal niet. Nee, dit versta ik echt, ik weet niet. Ja, waarom? Wat klopt er niet? Het heeft met de opnamesnelheid te maken van degene. Kijk, de camera of het beeldcamera maakt die opname. Ja. En daar gaat het om. Ja. En dat maakt het verschil. Ja. Dus het maakt niet verschil ten aanzien van de hersenfunctie. Maar goed, laat maar gaan. Laat maar gaan. Laat ook maar. Ja, ik kijk, zo krijg je iedere keer van die discrepanties. Maar daar gaat het niet om. Oh. Ik heb nog een antwoord op jouw zwaartekrachtgeval. Ja. De zwaartekracht is afhankelijk van de massa, volgens Einstein. Ja. Ja. Ja, oké. Nou ja, neem het dan maar aan, dat is zo. Ik neem alles van je aan, Rob. Echt, je kunt mij alles wijsmaken. Ja, nee, dat wil ik niet. Oh. Nee, daar ben ik al een leraar voor geweest. Oh. Kijk, ik ben nu 51 jaar. Ik ben nu werkloos en ik kom never nooit meer aan de bak. Dat is erger trouwens. Maar over die zwaartekracht. Ik wil geen sociaal verhaal over het mee houden. Nee. Maar het gaat erom dat ik de kennis al heb. Ja, maar stel, je graaft dus een gat in de aarde. En, we hebben te maken met een hittebestendige tunnel. Nou, dat maakt niet uit. En je springt erin. Nou, maakt die ook niet uit. En dan? Dat maakt niet uit. Wat gebeurt er dan? De valversnelling is afhankelijk van de zwaartekracht. Ja. Dat is één. Ja. En dan hangt er af van je snelheid. Satellieten draaien op 2400... 2500 kilometer van ons rond de aarde rond. Die vallen voortdurend rond de aarde. Ja. Maar ze bereiken de aarde niet. Ja. Dus als de verlies, de snelheid, zo groot is,
kunnen ze nooit de zwaartekracht ingaan in feite. Nee, maar we hebben het niet over satellieten, we hebben het over in de aarde springen. Ja, in de aarde springen. Maar in de aarde springen, dat maakt op niks uit op de massa. Maar wat gebeurt er dan, Rob? Nou, als je dichter bij de aardkern komt, dan zou je verbranden. Nee, want het is een hittebestendige tunnel, hè? Nu heb je niet opgelet. Nou, daar heb ik niet opgelet. Nee, een hittebestendige tunnel. Maar dat is onmogelijk. Nee, maar verder is het een heel plausibel verhaal, wou je zeggen. Nee, maar dat vind ik onmogelijk dan. Goed, nou, dankjewel, hè. Maar je kan niet de zwaartekracht opgaan. Wij zijn maar heel simpele miertjes, hoor, op de zwaartekracht. Oh. Ja, zo erg is het allemaal niet. Dankjewel, hè. Goeienacht. Hey, bedankt voor de aandacht. Ja. Ik wou je nog één tip geven. Als mensen nog luisteren... Nee. Ik kan scheikunde geven, natuurkunde, biologie, enzovoort, science profilen, eerste graad, tweede graad. Ik ben werkloos. Echt. Kan de telefoontjes nu al niet aan? Nou ja, directeur is zo niet luisteren waarschijnlijk. Oh. Nou, mocht er iemand bellen, Rob... aan de slag. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik gun het je van harte, Rob. Ik wil zo graag weer onder de kids staan, man. Ja. Met de doodziek van. Je zit eigenlijk in de bijstand. Het staat genoteerd. Ik doe mijn best. Je weet het niet. Maar de directeuren liggen inderdaad meestal op één uur. Op één oor, rond dit ooruur. Dankjewel, Rob. Ja, Anke, goeienacht. Goeienacht, met Anke Zweefkerk. Dag. Ik had een veel makkelijker onderwerp dan al die zwaartekracht en zo. Nou, kom maar door. Die mevrouw van die zocht een adres waar ze vouwwerkjes van de huishoudschool uit de oorlog kwijt kon. Ja, en dan moet ze helemaal niet zoeken naar een oorlogsmuseum. Oh. Want gewoon een leuk klein museum in de buurt, dat wil ik vast heel graag hebben. Ja. Of, ze doet het, dus heeft geen kinderen, maar via een nichtje uit de oude woonplaats waar ze vandaan kwam. Want daar is het misschien nog leuker voor. Daar heb je misschien wel eens een oudheidskamer of zo. Of een plaatselijk, een klein gemeentemuseum. Daar zou ze het, daar zou ze nou kunnen bellen en dan komt iemand dat wel halen bij dat, denk ik. Ja, dus dat je het meer richt op dit is in deze omgeving gemaakt in die tijd, in plaats van wat het nou daadwerkelijk is. Ja. Ik heb het ook wel eens gezien. Het ziet er heel leuk uit, hoor, die werkjes die ze toen moesten maken. Dus, en het is leuk dat ze dat bewaard heeft, want dat is toch zo'n 60, 70 jaar oud. En waar heb jij het dan voorbij zien komen? Ja, ik denk ergens in een museum. of een oudheidskamer bij een kleine gemeente. Ja. Ja, een oudheidskamer. En ook eventueel bij een gemeentearchief. Die zouden ook interesse kunnen hebben. He, dat ze belt naar de gemeente of in ieder geval naar het archief. Van, ik heb zoiets moois. Komt er iemand kijken of ze het interessant vinden om te bewaren. Maar dat zou leuker zijn voor de omgeving waar ze het geleerd heeft natuurlijk. Nee. He, waar die school gestaan heeft. Okay. Dus dat was het eigenlijk. Nou, hartstikke goed advies, Anke. Dank je wel. Graag gedaan. En een hele fijne vrijdag nog. Ook. Dag. Dag. Ja, dat moet lukken natuurlijk na Valentijnsdag. Het er allemaal een beetje bijkomen van alle drukte. Eens even kijken. 0800-1121. Maar ik streep nu de vraag van Annie. Die streep ik weg. We hebben zoveel advies al gekregen van de musea. En deze was ook wel heel mooi inderdaad. Dan laat ik die vraag van Regina nog even staan. Hoe ze kan bezuinigen nu ze van €22 per dag moet rondkomen. En die vraag van Anna over dat stembureau. Waar blijft je stem? Ja, Albert zegt de stem gaat verloren. Het zit me nog niet helemaal lekker. Waar blijft je stem als je niet gaat stemmen? 0800-1121 of nachtzusterapenstaatje omroepmax.nl. Ton van der Zwet, goedenacht. Ja, goedendag, Astrid. Hallo. Ik heb een algemene en een actuele vraag. Dus... Oh, twee tegelijk. Nou, begin dan maar met de eerste. Algemeen? Ja, is goed. Ik vraag me af waarom vrouwen altijd zo koude voeten hebben in de bed. Ja. Heel herkenbaar, hoor. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Ik heb wel eens verdienen gehad die, nou, als ze bij je kruipen, nou, ja, het is net een ijskast, joh. Ja, vervelend is dat, hè?
Ja. En dat vrouwen koude voeten hebben, oké, maar dat we ze proberen te warmen aan die warme man, dat is zo vervelend. Ja, daarom vraag ik het ook. Nou, ik zeg 0800-1121, want dat heeft iets met doorbloeding en toestanden te maken. Maar waarom dat verschil tussen vrouwen en mannen zit, weet ik eigenlijk niet. Verder zijn ze wel warm. De vrouw? Ja. De rest wel? Ja, ja. Oh, gelukkig. Daar heb je toch wel ervaring mee? Ja, nee, maar ja, ik ben natuurlijk zelf warm. Als je zelf warm bent, dan valt het niet op wie er nou... Ja, nee, nu ben ik voor de gelegenheid helemaal zelfs mijn voeten warm, hoor. Oké. Ja, en die zitten ook in hele warme schoenen. Ja, goed. En dat was de algemene vraag. En dan nog een specifieke vraag. Actuele, hè. Het gaat over de pauze. Ja, de pauze. Als deze aftredende paus Benedictus de 16e aftreedt, dan is er geen pauze meer. Nee. Maar er gaat wel in het Vaticaan wonen. Maar als hij nou overlijdt, wordt hij dan als paus begraven? Ja. Is in het Vaticaan. Of wordt hij in Duitsland begraven? Is geboortestreek. Want natuurlijk is 1500 zoveel is de laatste paus afgetreden. Ja. En daar kan je helemaal geen informatie over vinden. Nee. Je kan heel veel informatie over pauzen wel lezen, maar overlijden bij aftredende paus niet. Nee. Kijk, als de koningin overlijdt, als ze aftreedt, dan worden ze wel bijgezet natuurlijk in het koninklijk graf. Maar een paus, dat weten die krijgt meestal natuurlijk een praalgraf in het Vaticaan. Ja, en is dat voor deze dan ook nog weggelegd, wou je zeggen? Ja, dat vraag ik me af, want ik heb heel veel antwoorden van op televisie, op radio gehoord over de paus, maar... deze vraag nooit. Maar ik heb dat gemist. Blijft hij in het Vaticaan wonen, ja? Ja, dan wil hij wel terug als kapel gerestaureerd is. Dat is juist heel ophef ervan. Want zijn er twee pauzen, zeggen ze dan. En waar bemoeit hij ze dan nog bij als die andere paus gekozen wordt? Ja, maar dan is hij natuurlijk de ex-paus. De afterpaus. Ja, maar de pluspaus. De bijpaus. Hij is toch 8 jaar paus geweest, dus hij is paus. Ja. En als hij aftreedt, is hij toch paus geweest. Ja. Ja, dus... Toch? Nee, ja, ik snap het. Het dilemma. Nou, er is vast iemand die dat weet. 0800-1121. Ik doe mijn best, Ton. Ja, ik blijf luisteren en prettige uitzending verder. Dankjewel en warme voeten. Ja, nou, ik zit nou zelf ook te warm, want ik heb een tijdje al naar de hobby geweest. En, ja, dan moeten ze weer even... Zelf een beetje koud, want ik gooi de verwarming altijd wel laag. Want het is een beetje besparing van je kosten natuurlijk. Nou, goed met je tenen wiebelen. Ja, ik moet even vastzitten. Dag, goedenacht. Oké, okay, groetjes. Hoi. Leon, Patty. Ja. Hallo, goedenacht. Goedenavond. Zeg het maar. Ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik wou eerst even wat zeggen over de DJ. Je gaf eigenlijk al antwoord waarom DJ's zo praten. En dat is natuurlijk omdat het eigenlijk gewoon feestgangers zijn. Die op partijen draaien en zo. En dan uiteindelijk op de radio terechtkomen. Nou, ik ken best een hoop DJ's. Maar de meeste deden het andersom. Die begonnen bij de radio en gingen daarna pas op feesten draaien. Oké. Okay. Ja, maar misschien is daar het vak van uitgekomen. En dat vandaar die swing erin zit. Nou, je hebt natuurlijk wel hetzelfde gevoel. Dat je plaatjes wil delen met mensen. En dat je hoopt dat ze het heel gezellig hebben aan de andere kant van de radio. Ja, je probeert een beetje party van te maken. Een feestje te bouwen elke dag weer. Ja. Op de radio. En dan heb je natuurlijk verschillende zenders. De ene die probeert wel een feest van te bouwen. En de andere druk je met de feiten op de neus de hele tijd. Ja. Zoals Radio 1. Ja, het eindeloos gepraat. Ja. 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 Maar goed, ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk over die tunnel. Daar belde ik over. Ja. Stel nou dat je hem helemaal hittebestendig zou maken en hem door de hele aarde heen zou trekken. Ja. Dan zou je natuurlijk door de druk, want in het midden zit een ijzeren kern en dat veroorzaakt eigenlijk de zwaartekracht in de aarde. Want die draait. Ja. En natuurlijk de aarde is massa. Ja. Maar als je dan zeg maar een tunnel zou maken, dan krijg je een opstapeling van lucht. En dat veroorzaakt druk. Dus als je erin zou vallen, dan verplet je eigenlijk door de druk van de lucht. Net als met water. Oh jee. Dus in het midden van de aarde zit zoveel lucht dan, dat de druk daar heel, heel erg heel groot is. Nou, en als je dat ook zou kunnen oplossen, stel dat je een pak hebt of wat dan ook. Ja, precies. Want we hadden al een hittebestendige tunnel, waarom dan geen drukbestendig pak, precies, inderdaad. Precies. Ja, nou, dat is natuurlijk wel interessant, want je zou zeggen dat
in het midden van de aarde is de zwaartekracht absoluut. Dus dan zou je zeg maar vallen en dan inderdaad een snelheidsvermindering hebben. En dan heb je dus in het midden van de aarde ben je gewoon zwaarteloos. Dan zweef je gewoon. En blijf je plakken. Net als een vrije... Nou, plakken, ja, je zou tegen die ijzeren bal aan blijven plakken, maar daar heb je dus een tunnel doorheen gemaakt, hè? Dat zeggen we dus, zeg maar, spreekwoordelijk, hebben we gewoon een tunnel doorheen gemaakt. Ja. Of, dan zou je dus daar blijven zweven, dan ben je gewoon zwaarteloos, want dan ben je in het midden van de magneet. Ja. Dan heb je gewoon geen zwaartekracht meer, dan ben je gewoon net als in het heelal. Maar je zou niet denken dat je dan zo lang al aan het vallen bent, dat je snelheid dat je zo is schiet. Toegenomen. Ja, precies. Ja, maar ja, als je. Ja, maar dan. Maar als je, ja, ja, precies. Maar dan kom je met het lucht en zo. Dus je hebt het eigenlijk over dingen die helemaal onmogelijk zijn. Ja. Want je zou dan ook vlam vatten, weet je, door de snelheid. Nee. Oh ja, door de snelheid nog eens een keer. Ja, ja. Oh ja. Ja. Oh ja, dus eigenlijk. Maar wat zou je eerst dus plat gedrukt... Als je dat allemaal zou oplossen, dan ben je dus gewoon. Gewichtsloos in het midden. Oh ja. Maar. Dus in principe ben je in het midden gewichtsloos. Maar zou je eerder vlam vatten dan dat je samengedrukt wordt door de luchttoestanden? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je eerder, want volgens mij is het ook zo dat je met goud graven en zo, dat we dus echt problemen hebben met de druk. Ja. Nou, dus. ik heb een beetje een beeld. Ik denk dat ik het toch maar niet doe. Dankjewel. Nee, maar ik vond het wel heel erg, was wel een gaaf onderwerp. Ja, eigenlijk. Dat is leuk om over na te denken. Maar goed, het loopt dus niet goed af. Oké, bedankt hè. Oké, bedankt. Doeg. Dag. Martine Verbrugge. Ja, daar ben ik. Hallo. Ja, hallo. Ja. Die jongen die was net behoorlijk op de goede weg eigenlijk. Oh, hè? Ja. Maar omdat het dus een hypothetische vraag is, moeten we natuurlijk ook een hypothese stellen. Ja. We gaan ervan uit dat het gat wat door de aarde heen zit, dat het luchtledig is. Hè? Dus je springt in dat gat, je maakt snelheid. Hè? Dus je krijgt een valversnelling van 9,7 meter per seconde. Ja. Dan kom je gegeven ogenblik bij het midden van de aarde aan en dan heb je een snelheid van ongeveer 1600 kilometer per uur. Ja, dat is best veel, hè? Ja, dat is best veel. Het zou in principe kunnen natuurlijk, want die andere man die is uit die ballon gesprongen en die heeft ook die snelheid gehaald in het luchtledig in de ruimte. Hè? Dus het is mogelijk, maar ja, het is allemaal hypothetisch. Hè? Dus dan zou je voorbij de kern van de aarde schieten. Ja. Dan schiet je maximaal 90% door naar de andere kant. Dan is je snelheid weer nul. Ja. Dan val je weer terug achteruit. Ja. Tot aan de kern van de aarde. En dan schiet je weer de andere kant op een gegeven moment. Blijf je natuurlijk wel stilstaan. Ja, en dan is het einde verhaal natuurlijk. Hè? Oh ja. Ja. Nou ja, dus wat je ook doet, spring niet in een tunnel dwars door de aarde. Spring dat we dat even, dat, nee, even duidelijk niet, hebben. Spring niet in dat gat, nee. Probeer dit niet thuis. En aan de andere kant, die kern van de aarde, ja, dat is eigenlijk de meer metallische waterstof. Het is eigenlijk sterk samengeperste waterstof die zich als een metaal gedraagt. Door het minime verschil tussen de draaisnelheid van de kern en de aardkorst, daardoor ontstaat dat magnetisch veld wat om de aarde heen zit natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Het is een soort dynamo is het eigenlijk. Nou ja, het is in ieder geval af te raden. Dat is meer het dan is duidelijk. Het is af te raden om te doen, ja. En wat betreft dat die kernkoppen, dan wordt er een gat geboord, een kilometer, 3-4 diep. Ja. Die bom gaat erin. Ja. Die explodeert. En dan hou je aan de binnenkant waar die bom geëxplodeerd is, hou je een ruimte over die gevuld is eigenlijk met vulkanisch glas. Ja, het verglaast helemaal in op de plek van die explosie. En als het boven de aarde gebeurt, dan wordt door die paddenstoelwolk die opstijgt, wordt de fallout, die wordt eigenlijk de ruimte ingeslingerd, hè? Ja. Daardoor is er weinig fallout in de naaste omgeving. Kijk, nou ja, ook als dat ondergronds gebeurt, ook nog een ruimte waar niet aan te bevelen is om erin te vallen. Nee, je kan er niet invallen, want het is één bonk glas is dat geworden. Oh, dat levert wel weer interessante diamantmateriaal op over een paar duizend jaar. Misschien. Oké. Dankjewel Martine. Alsjeblieft, graag gedaan. Goeienacht nog. Oké, fijne uitzending. Hetzelfde. Joe, dag. Meneer Groenewold. Ja. Goeienacht. Ik had een mooi antwoord op die aantal beeldjes per seconde.
Een mooi antwoord ook nog. En de draaiende wielen. Nou, kom maar door. Kom maar door. Ja. Nou, het verhaal is zo dat jullie beide gelijk hebben. Oh, gelukkig. Als ik maar gelijk heb, vind ik het goed. Heeft te maken, het heeft, een mens kan maar kon ongeveer maar een aantal beelden per seconde zien. Ja. Daar zien wij dus standaard rond de 2400 beeldjes voor. Een duif die ziet 200 beeldjes per seconde. Ja. Wij 24 beeldjes per seconde. Maar wij zien toch niet 24 beeldjes per seconde? Nee, zodra het er overheen gaat, nemen wij dat niet meer waar. Au, nee, maar nou ja. Volgens mij is het zo dat we beeldmateriaal vastleggen in 24 beeldjes per seconde. Maar wij zien wel meer beeldjes per seconde. Doordat wij de hersenen zo werken, kunnen wij namelijk film maken. Daar zijn we mee begonnen. Plaatjes maken, toen met film. Ja. Film is 24 beelden per seconde. TV is 25 beelden per seconde. Met de moderne techniek, met de cameratechniek. Oftewel, dan zijn het geen beeldjes per seconde meer, maar kunnen we doorlopend meten. Ja. En dan hebben we gemiddeld tussen de 25 en 30 beeldjes per seconde. En dan hebben we ook nog high speed. Met high speed kunnen we versnelde dingen vertraagd weergeven. Ja. Dan krijg je dus, nu is de techniek zo ver gevorderd dat je met high speed zelfs lichtsnelheid kunt zien. Goed. Je kunt de snelheid van het licht zien tegenwoordig met high speed camera's. Ja. Maar ja, goed, maar ik. Dus dat betekent, een duif die ziet 200 beelden per seconde, daarom kun je ook zo moeilijk plat rijden met de auto, want hij is sneller. Maar je kunt het wel proberen natuurlijk. 24 à 25 beeldjes per seconde. Ja. Als ik in de bioscoop maar sneller naar huis wil, ja, dan liet ik vroeger de projector sneller draaien. Ja. Dan was de film eerder afgelopen. Ja. Dus ik pikte gewoon elke keer een seconde. Ja, maar dat een beeldje per seconde. Nou ja, okay, maar, dus daar kun je ook mee spelen. Daar wordt ook in de opnames mee gespeeld. Dus ze maken bewust gebruik daarvan. Ja, want ze zetten ook wel eens in één beeldje zetten ze dan een glas cola neer. Zodat je denkt, oh, wat heb ik eigenlijk dorst. Zo vlak juist, voor de pauze. Dat werkt echt. Ja, dat echt. Zeggen ze. Ja. Maar ja, goed. Want wij moeten namelijk bij het wisselen van de project van de beelden. Ja. Bij de projector of bij de film vroeger. Ja. Moesten wij namelijk vroeger op een klein 1 à 2 beeldjes letten op een bepaald hoekpunt, hadden wij een indicatie, nu moeten we overnemen van de projector 1 naar andere projector 2. Ja, dan kwam er zo heel even zo'n dingetje in beeld. Juist, dat zag je alleen als je goed keek. Ja. Ja, en als je erop getraind bent, dan zie je dat direct. Ja. Ik moet op elk vuiltje, elk stofje, moet ik letten. Ja. Nou is het grappige van het verhaal, wij konden vroeger dus inderdaad de projector sneller laten draaien. Ja. Tegenwoordig is dat digitale projectie. Dat kan niet. Nee, dan zit je weer met gelijkwaardig. Dat is weer een ander verhaal. Dan zit je weer tussen de 25 en 30 beeldjes per seconde. Dat is en dan kun je niet sneller naar huis. Hoe die gemaakt is. Ja. Maar goed, maar ik blijf erbij dat het dus lijkt alsof de wielen de verkeerde kant op draaien. Omdat je 24 of 25 beeldjes ziet. En in het echt zie je dus blijkbaar toch nog wat beeldjes meer. Want dan lijken de wielen wel. Dat is een momentopname. Ja. Dat is een bepaald moment. Mag ik ga het wielenverhaal nu afstrepen hoor. Ik ben echt klaar met wielen nu. Nou, over die explosie heb ik ook nog een mooie. Ja. Alles verdampt. Want het wordt zo heet dat alles gewoon verdampt. En alles. Het verglazen wat die vrouw zei klopt ook. Maar alleen, wat je vaak ook bij experimentele explosies ziet, het zakt allemaal gewoon weer in elkaar. Oh, gelukkig. Het wordt een hele mooie grote kuil. Ja. Dus het verdampt gewoon. Er blijft niks van over van die onderdelen. En de straling, ja, dat is een probleem. Ja, maar die blijft weg, langzaam. Waar? De fallout. Wat doet die langzaam? Die kuil die zakt langs, die explodeert. Ja. Dat zakt in, dat wordt een kuil. Ja. Alles in die kern is verdampt in feite. En dat zakt in elkaar. Dan krijg je de situatie dat als de fallout die dan overblijft, die als het boven aarde zou gebeuren, die zou dus inderdaad gewoon verwaaien. En die slaat neer op de grond. En dat duurt jaren voordat die namelijk verdwijnt. Daar is nu nog steeds straling te meten. Bijvoorbeeld in Chernobyl. Ja. Nou, ja, en dat is natuurlijk inderdaad waar Harm zich een beetje zorgen over maakt. Ja, dat moet langzaam verdwijnen. En dat verdwijnt niet, want dat heeft een vervaltijd. En die vervaltijd duurt bij bepaalde stralingen langer. Er zijn bepaalde stralingen die wij in het lichaam krijgen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Die heeft een veel snellere vervaltijd.
Maar als, stel nou dat er veel proeven, kernproeven worden gedaan. Waar blijft dan die straling? Blijft die onder de grond? Of, Nou, heel simpel. De aarde wordt steeds vuiler. Ja, maar dat is toch veel te veel in één keer? Maar het is toch te veel in één keer? Nee, het lost op. Oh. In de atmosfeer. Hmm. En het slaat neer op de grond. En dan later verwaait dat weer met stof en dergelijke. Dat wordt steeds minder. Maar de aarde op zich zijn we steeds meer aan het vervuilen. Ja, nee, dat is wel duidelijk. Nou, bedankt, meneer Groenewold. Ja. Voor de uitleg. Oké, graag gedaan. Op deze hele vroege ochtend. Ja, tot de volgende keer. Gelijk eigenlijk. Wat? Oké. Oh, ja, goed. Ja, je ballen bij gelijk eigenlijk dus. Ja, nou, dat hoor ik ook wel weer graag. Dat we er gelijk hebben. Ja, daar gaat het om. Ja. Michiel Dekkers. Oh, dag meneer Groenewold. Ja, Michiel Dekkers. Ja, hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Dag. Ja, ik weet waar de stemmen blijven niet worden uitgebracht. Oh, vertel. Die worden naar rato verdeeld. Dus ja. Niet uitgebracht stemmen. Mensen die niet gaan stemmen en volgens mij ook blanco stemmen. Dus als je gewoon een kruis zet op je formulier. Wat je dan eigenlijk doet is stilzwijgend de uitslag ondersteunen. Dus niet stemmen is eigenlijk wel stemmen. Als je blanco stemt, wordt hij gewoon niet meegeteld volgens mij. Nee, hij wordt niet meegeteld als zijnde je stemt voor een partij. Maar je stem, laten we zeggen dat driekwart van de mensen stemt op de VVD en een kwart op de PvdA. En je gaat niet stemmen, dan wordt jouw stem, die wordt op dezelfde wijze verdeeld over die twee partijen. En volgens mij, maar dat weet ik niet helemaal zeker, maar volgens mij kan het ook eventueel gevolgen hebben voor de rechtszetelverdeling. Ja, precies. Maar ja, ik weet ook niet meer precies hoe het zit, maar volgens mij, ze zeggen altijd, je moet blanco gaan stemmen en niet stemmen. Dus daar moet wel verschil tussen zitten. Nee, volgens mij blanco stemmen wordt ook op die manier verwerkt. Oh. Het enige verstandige wat je kunt doen is wel gaan stemmen. En ook al kun je niet echt een partij vinden waar je je 100% achter kan scharen, zoek dan iets waar je het meest bij thuis voelt. Maar thuisblijven is echt de allerslechtste optie. Ja, dat zeggen ze altijd inderdaad. Dank je wel, Michiel. Nee, maar ja, okay. dat is echt zo, zeg jij. Ja. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo, ja. Okay. Dank je wel, hè. Nou, oké, alsjeblieft. Goeienacht, hoi. Dag. Jan Bokhorst, goeienacht. Goedemorgen. Ik had een vraag over de bomen, larixbomen. Ja. Waar die nou oorspronkelijk vandaan komen. En gaat het dan over een specifieke larixboom? Larix. Gaat het dan over een specifieke larixboom? Is maar één larix, hè? Ja. Ja. Want ik ben al een paar dagen met mijn maat van mij in het bos aan het zagen. Ja. En die zei, die den die ken ik niet, dat is een hele grote dennenboom. Ik zei, nou, die hebben we gekregen van de Canadese regering. Oh. In 1972. Oh, dus je weet eigenlijk al precies hoe het zit. Nee, dat is een Douglasden. Oh, dat is de Douglasden. We hebben het over de larix nu. Ho, ho. Snap je? Ja. Dus, en toen vroeg je mij, maar waar komt die larix nou weg? Ik zei, ja. Hoor hem, wacht even. Dat weet ik ook niet. Nee. Nou, dat is dus nu de vraag, die larixboom. We dan hopen dat hij ook een beetje een voorgeschiedenis heeft. Hè? Dat we hem ooit toch gekregen hebben, ook van iemand of zo. Hij is ingevoerd omdat hij snel groeit en recht groeit. Oh. Maar wie hem ooit heeft ingevoerd, ja, dat is de vraag. Oorspronkelijk wegkomt. Ja, ik heb wel zo'n idee, maar ik wil het even zeker weten. Oh, maar geef eens een voorzet dan. Wat denk je dan ongeveer? Scandinavische landen. Oh, oké, Scandinavië. Ja, daar ergens uit die omgeving. Nou, hopen dat er een mooi verhaal achter zit. En dan belt er ongetwijfeld iemand naar 0800-1121. Ik hoop het. Zijn larixbomen mooier dan de Douglasdennen? Nou, Douglasdennen is een hele mooie boom. En ruikt ook heel lekker, hè, die naalden. Oh ja. Je vingers wrijft een hele lekkere citroengeurige geur. Kijk. Nou, heel lekker fris. Ja, maar je houdt echt van bomen, jij? Ja, ik ben een natuurmens, hè. Ja. Nee, dan hou je van bomen meestal, want je kunt geen natuurmens zijn en dan een hekel aan bomen hebben. Ik heb je toen ook antwoord gegeven over die man die toen vroeg waarom aan de ene boom nog plaats had en aan de andere niet. Oh ja, dat weet ik ook nog. De wintereik en de zomereik. Ja, precies. Kijk. Er staat wel degelijk nog een ander verschil in. De eikels van de zomereik groeien op lange steeltjes en op de winter en van de wintereik weer niet. Oh. Ja, dat was nog één. En ik heb je toen ook eens gevraagd
over dat vuurwerkfabriek in Kampen. Ja, maar dat wist ik niet. Want ik had daar nog nooit van gehoord. Nee, en ben je erachter of nog niet? Nee, niemand die iets weet van een vuurwerkfabriek in Kampen. Ja. In mijn jeugd was het wel zo. Ja. Nou, ik blijf vragen, gewoon aan iedereen. Ja, is goed. Oké, dag Jan. Dag Astrid, dankjewel. Ja, jij bedankt voor de vraag. Meneer Middelburg. Of mevrouw Middelburg. Of de plaats Middelburg. Iemand in Middelburg, kan ook. Ja, Willem Goedegebuur, goedenavond. Hallo, dag. Ja, zeg het eens. Nou, het ging over de kernenergie. Ja. En ik heb namelijk zelf een aantal jaren op een kerncentrale gewerkt. Oh. En meneer die zei van, het wordt glas, dat is geen waar. Oh. Het is, als je over zeg maar een brandhaard van waar een kernexplosie is, of een, zeg maar in Tsjernobyl. Willem? Ja, Willem. Ja, Willem, ja. Ik kom zo even weer terug bij je als je het goed vindt, want je zit midden in een interessant verhaal. Maar we hebben het zowaar voor elkaar gekregen, een rechtstreekse verbinding met 3FM. Dat zijn de collega's, een pandje verder. Daar zit DJ Herman Hofman en dat is een van die brallerige, schreeuwerige muziek-DJ's waar Roel net naar vroeg. Die zit namelijk op de muziekzender 3FM op dit moment programma te maken. Herman? Goedemiddag. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Dat is 3FM, hè? Zit ik hier zo'n beetje keurig. Mensen die al half in slaap gevallen zijn. En dan kom jij er even. Herman. Het spijt me. Ja, hallo. Hallo, goeie avond. Fijn dat ik even bij je in mag breken. Ja. Ik kreeg namelijk een vraag binnen. Je weet, ik zit hier een programma te maken met vragen en antwoorden. En ik kreeg een vraag binnen van Roel de Ruiter. Die wil weten waarom DJ's op muziekzenders altijd zo brallerig en schreeuwerig klinken. Ja, is dat zo? Nou, een beetje wel. Ja, oké. Een beetje wel. Dan ben ik met je. Ja, waarom? Ik weet het niet. Het is, laat ik het zo zeggen. Op het moment dat ik een liedje start, wat heel erg energiek is en oppeppend, dan ga je automatisch ook. Dat gebeurt een soort van vanzelf. Je gaat een beetje met de muziekjes mee, wil je zeggen. Ja, maar er zit ook wel verschil in. De een doet het meer dan de ander, denk ik ook hoor. Ja, volgens mij ben jij nog best rustig vergeleken met. Hey, heb je nu een muziekje aangezet? Ik heb een muziekje aangezet, ja. Maar je hebt wel een rustig muziekje speciaal dat je niet de mensen op Radio 1 wakker schrikt. Het is blues, keurig. Geloof ik. Ja, keurig klinkt meer een beetje jazzerig, maar dat is bijna hetzelfde. Ja. Maar Herman, eigenlijk zeg jij dus, het is puur op de muziek. Ik dacht nog, misschien dat je op een muziekzender altijd ook een beetje feel good wil klinken. Of misschien een beetje vrolijk opgewekt. Of ja, niet? Nou dat is het ook wel. Weet je, niemand zit te wachten op iemand die zegt, nou jongens, poepoe. Ja, je luistert naar 3FM. En ja, zo gaat plaat draaien, het is niet anders. Nee, nou, inderdaad. Het is wel gewoon lekker vrolijk. En je zit er natuurlijk gewoon lekker in. Dus dat heeft er absoluut wel mee te maken. Je wil energie klinken. En zeker op dit soort tijdstippen. Dan dan hoort wel gewoon een beetje. Oh ja, nee. Nee, je wilt niet mensen in slaap sussen. Dat begrijp ik dan ook wel weer. Goed, nou dan is de vraag van Roel de Ruiter in ieder geval beantwoord. Welke plaat ga jij straks heel schreeuwerig en brallerig aankomen? ik heb een bandje op de speelplaats. Dat had ik net. Die heb je? Ja, die heb je. Secret Handshake Club. Ik had net een beetje een misverstand met ze. Oh. Even flink gezeik. Want het idee was dat ze Harry zouden gaan spelen. Oh. Maar waar het op neerkwam was dat ze dachten, oh, we gaan een rustig liedje spelen. En daar was ik niet zo blij mee. Maar volgens mij is het nu gefixt. Dus ik ga het gaan live spelen. Oh, gaan ze nu een rustig liedje? Nee, absoluut niet. Dat was nou net het probleem. Net was het een rustig liedje. Nu is het. Oh, dan doen we alleen de aankondiging van jou. En dan zet ik je uit hier. Oké, dat is goed. Dan worden mensen wakker. Ja, maar ik wil wel even ook met die gasten even erover hebben. Jongens, het is. We gaan het gewoon doen, hè, geloof ik. Ja. Zij vinden het goed, geloof ik. Ja, nee. Oh, nou gaan we het krijgen. Heb je nou ruzie? Het is, ik kan hun nou, niet een van de meer dan 10.000. Dus wat dat betreft ben ik niet een van de weinigen. Maar goed, oké. We zijn ook op Radio 1, Jalber. Het is een ding. Laten we maar gaan doen. We zijn al dik uitgelopen. Welke gaan jullie spelen? Ik hoor het heel in de verte. Hè, dames en heren, Secret Handshake Club en Disco Battlestar. Dag Astrid! Dag! Oh, dat deed hij nog best rustig, totdat hij dag Astrid ging roepen, inderdaad. Nee, dat was Herman Hofman live bij 3FM op dit moment. Als je harde herrie wil, dan moet je daar naartoe schakelen. Wil je vragen, antwoorden en prachtig muziek, moet je lekker op Radio 1 blijven. Ik was in gesprek met Willem. En Willem was iets aan het vertellen over de kerncentrale, hè Willem?
Is Willem weg? Ja, dat was inderdaad. Maar goed, als dat nou een discjockey is, waarom zegt hij dan ja, nee? Wat is het dan? Nee, maar geen kwaad woord over Herman hoor. Want die heeft hier namelijk nog geregisseerd achter de schermen. Dus daar mag je alleen maar goede dingen over zeggen van mij. Daar ben ik heel trots op. Maar wat die meneer zei van het wordt glas. Ja. Dat klopt niet. Dat is als je een burn-out krijgt, dan zou je de zand op moeten gooien. Ja. En dan wordt het glas. Dan gaat het verglazen. Ja, maar dat is wat Martine dus ook inderdaad zei. Van die kernproeven, die worden ondergronds gedaan. En het zand wat daar dan natuurlijk is, dat verandert dan in glas. Ja, vindt op zich heel plausibel klinken. Ja. Maar boven de grond, dan verandert er niet iets in glas opeens natuurlijk. Maar wat gebeurt er volgens jou met het schadelijk materiaal dat vrijkomt bij zo'n kernproef? Ik weet van een bedrijf in Vlissingen, die hebben vervuild vlees, ja. Zeg maar besmet vlees uit Ierland gekregen, ja. Waarvan die koeien, want toen het in Tsjernobyl zo was, dat kwam terecht in Ierland, waarvan de koeien gras hadden gegeten. En toevallig vliegt het bedrijf, terwijl ze zoveel besmet vlees hadden, vliegt gewoon heel dat bedrijf in de brand. Tenminste de administratie, et cetera. En dat vlees, het is zoals, waar wij te spreken, het paardenvlees. Ja. Dat is van de kaart af. Ja. Maar het is wel verhandeld, bijvoorbeeld. Maar qua kernenergie... Ja. Ik ben toevallig vandaag 20 jaar getrouwd. Ja, over kernenergie gesproken, ja. Nee, met Caroline. Oh ja, niet met de kernenergie, maar met Caroline, ja. Caroline en Willem. Nee, oké, maar ja. Ik heb beneden gestaan, toevallig was het 2 dagen geleden op Omroep Zeeland. Heb ik helemaal beneden gestaan waar die staven staan. Ja. En ja, dan word je wel goed beschermd, daar niet van. Maar ik leef nog steeds. Dus wat is het tegenargument van kernenergie? Je hebt geen uitstoot. Ja. Nee, van CO2. Je hebt geen uitstoot van CO2. Ik ben nog steeds kerngezond. Sorry. Ja, maar kernenergie gezond ben je nog steeds. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Ik heb nog groene pen voor me liggen toevallig. Oh. Nou, Willem, dank je wel. Ik wens je nog een hele fijne trouwdag en nog een gelukkig huwelijk met je Caroline. Oké, dank je wel. En wie weet, tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, ik bel nog wel een keer hoor. Oké, doei. Doeg. Hoi. Hoi. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Willem Smink, goeienacht. Hoi. 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 Mijn radio zegt het. Ja, dat scheelt al een hoop. Ik wist de antwoord op die vragen over die... als je niet gaat stemmen. Nou, vertel. De kleinste partij heeft daar 0 voordeel van. Oh ja. En de grootste partij heeft daar het meeste voordeel van. Maar hoe dan? Hoe minder mensen er gaan stemmen, hoe minder stemmen ze nodig hebben om een zetel in de Tweede Kamer te krijgen. Omdat ze al natuurlijk relatief veel meer stemmen krijgen dan die kleine partijen. Ja, als je met 100 stemmen een zetel krijgt en er gaan 10 mensen niet stemmen, dan heb je met 90 heb je genoeg. Oh, dus de grootste partij heeft het meeste voordeel van mensen die niet stemmen en de kleinste partij heeft daar eigenlijk 0 voordeel van. Maar waarom is dan blanco stemmen beter? Omdat blanco stemmen wel, volgens weet ik niet zeker, maar volgens mij wel als een stem geteld worden. En niet ergens aan toegekend worden. Maar hoe dat precies zit, dat weet ik ook niet. Maar er zit inderdaad een verschil tussen een blanco stem en een stem die niet uitgedrukt. Ja, precies. Nou, hartstikke goed, Willem. Dus dat is hem. Duidelijk, dankjewel. Kort maar krachtig. Ja. Graag gedaan. Goeienacht nog. Yo. Doeg. Henk van der Veen. Dag Asset. Hallo. Ik heb even nagezocht van die larix. Ja. Dat vond ik wel leuk, want dan liep ik vroeger wel eens door zo'n larixbos. En dat was doodstil, daar hoorde je niks.
Er zat geen leven in, geen vogeltje, niks. En al die naalden die daar vielen, was het net een matras waar je overheen liep. Mm-hmm. Het had iets mysterieus. Maar waar ze vandaan komen? De Europese larix, die komt uit de Alpen, uit de Sudeten, dat gebied in Tsjechië. Ja. De Karpaten en Polen. Maar die worden hier in Nederland niet meer aangeplant. Want in maritieme omgeving krijgen die larixkanker, noemen ze dat. Die worden aangetast. Hebba. Maar er is nog een andere larix, die komt uit Japan, uit Honshu. En die heeft daar geen last van. Oh. En die wordt hier nog wel aangeplant en die proberen ze te kruisen. Die Japanse larix met de Europese larix. Hoe ver ze daarmee zijn, dat weet ik niet. Kunnen we niet gewoon overgaan dan op de Japanse? Jawel, maar die Japanse larix die levert aanmerkelijk minder hout. En die groeit ook minder hard. Oh ja. Die larix was interessant omdat die hard groeide. En omdat wij in een bepaalde periode in onze historie heel veel hout nodig hadden. Oh ja. Voor schepen, voor huizen, voor van alles en nog wat. Ja. Nou, duidelijk. Mooi. Ja, dus niet uit Scandinavië. Nee, het is niet uit Scandinavië. En geen van onze, hoe noem je ze nou, dennenbomen, noem ik ze maar even. Naaldbomen. Dat zijn allemaal monocotylen. Dat wil zeggen, die produceren een penwortel. Ja. In dicotyl produceert een heel wijds wortelstelsel. Maar een den bijvoorbeeld, hè, die produceert een penwortel naar beneden, heel diep. Oh. En die naaldbomen, die, dat zijn eigenlijk, om het woord maar eens lekker te noemen, zijn allemaal allochtonen. Nee, dat mogen we niet meer zeggen. Nee, wat moeten we tegenwoordig dan zeggen? Waar kwam je oorspronkelijk vandaan? Nou, bijna alle naaldbomen die wij hier hebben, komen uit Scandinavië. Ja, dus dan zeggen wij Scandinavische, afhankelijk van waar we hem dan neerzetten. Maar als we hem in Amsterdam neerzetten, zeggen we Scandinavische Amsterdamse naaldboom. Dat schijnt politiek correct te zijn. Ja. Maar deze wat ik net zei, komt met Alpen, Sudeten, Karpaten en Polen. En uit Honshu. Dus dat is Nou, jij weer. Ja, dat wordt even dat een lange dat term. Japans, dat wordt, als je hem hier in Groningen in de stad neerzet, is het de Japans-Groningse larix. Zo moet je het dan zeggen ongeveer, hè? Ja. En ik vind dan voelt hij zich niet beledigd. Nee. Het leukste is dat bijna heel Nederland opgebouwd is uit allochtone grond. Daar hebben ze ook nog geen politiek correct woord voor, denk ik. Nee, dat is voormalig buitenlands grondgebied. Ja, het is bijna allemaal. Autochtone grond komt hier bijna niet voor, wel in Limburg. Maar de rest van het land, we beginnen bij Brabant, dus in het zuiden al, dat is allemaal allochtoon. Dat is allemaal aangevoerd door wind en zee en rivier. Het is gewoon niet van ons. Precies. We zouden het eigenlijk terug moeten geven. Ja. Maar goed, dan krijgen ze ergens anders bergen en wij krijgen gaten. Nee hoor, dan hebben wij een groot probleem. Zeg, Henk. Ja? Heb je nog geschud van de week? Nee. Nee? Nee. Dat is nou jammer. Dan woon je in Groningen en dan is het, merk je er niks van. Nou, ik woon wel in Groningen, maar ik woon aan de rand van de stad. Ja. Dus als ik achter uit mijn flat kijk, dan kijk ik wel over de landerijen, zou je kunnen zeggen. Maar die aardbevingen zitten vooral rond een plaats die heet Het Zand. En Loppersum. Ja. Dat was vandaag ook weer het nieuws. Ja. En dan is het wel heel erg als je ziet dat daar een kerk met een muur, die is zo breed, die is 1,10 meter breed, moet je je even voorstellen. Daar zitten enorme kraken in. En die zijn door en door. Dus die zitten aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. Dan zie je het dan stukwerk. Het zijn hele oeroude kerken. Deze was uit de 13e eeuw. Ja. Het is eeuwig jammer. Ja, dat niet alleen. En natuurlijk de angst dat er ongelukken gebeuren. Ja, nou, ja. Veel van die mensen die daar wonen, die waren ook op televisie. Ja, ik bewonder hun flegmatieke houding aan de ene kant. Maar aan de andere kant lopen mij de rillingen wel eens over de rug. Als ik het zie, ik hoef maar eens zo'n balk naar beneden te komen. En je bent inderdaad gelogeerd. Ja, ja, ja. Nou, laten we hopen dat het niet gebeurt, Henk. Nee, ja. Dat hoop ik ook maar. Ja.
Dankjewel voor het Larix-verhaal. Graag gedaan. En een goede nacht. Dag. Dag. Nel de Haas. Ja. Hallo. Ik had een antwoord voor die meneer waarom wij zulke koude voeten hebben. Ah, vertel. Ja. Dat heeft met spieren te maken. Spieren die vervoeren de warmte, of die geven de warmte. En mannen hebben 40% spieren en vrouwen maar 17%. Sneu, hè? 23%. Oh, dat hangt van de vrouw af, hoor. Minder. Ja. En daar kwam dat van. Ja. Tenminste, dat heb ik dus van een informatief programma op de Duitse televisie. Dus als ik lieg, lieg ik in commissie. Ja, en in het Duits? Nou, ja, in dit geval in Nederlands, ja, in vertaling. In Nederlands, ja. Maar even kijken, want als mannen meer spieren hebben, dan kunnen ze die warmte dus beter vervoeren enzovoort. Ja, ja. En dan wij hebben gewoon minder. En dan blijven de puntjes wat kouder. De uiteinden, ja. Zeg maar. Ja. Ja. Er werd ook heel schattig daarna gezegd van, dus heren, als ze weer eens 's avonds naast je schuift, gewoon opwarmen, want ze kan er echt niks aan doen. Kijk, nou, dat vind ik nog eens een goed advies. Ik denk dat er heel wat opgewarmd wordt nu om 4:04 midden in de nacht. Dat vind ik ook leuk. Ja. Nou, goed advies, Nel, dankjewel. Oké. Goeienacht. Van hetzelfde. Dag. Mirjam. Hallo Astrid. Dag, goeienacht. Hi. Ik had nog een antwoord op dat als je een gat door de aarde gaat en de andere kant uitkomt. Hè? Ja. Nou, dat is onmogelijk, want midden in de aarde is het zo ontiegelijk heet, volgens geleerden. Ja. Je kunt het vergelijken als je wel eens een vulkaan ziet. Hè? Ja. Daar kan je ook niet doorheen komen. En dan in de aarde is die vulkaan natuurlijk onmetelijk groot en wijd, dus daar kom je nooit doorheen. Nee, maar we hadden ook een hittebestendige tunnel, hadden we in gedachten. Ja, maar die is onmogelijk. De hittebestendige tunnel smelt, begrijp ik. Ja, maar die natuur is die overheerst die hitte, dat kan gewoon niet. Nee. Dat kan gewoon. Van hadden ze al lang door die aarde geweest, want er zijn geleerden al eeuwen mee bezig en dat kan gewoon niet. Ik heb ook gedacht, door die hitte, daarom blijven wij ook zweven. Je kunt vergelijken met een ballon, als ze die warm maken, dan gaat die ook de hoogte in. Ja. Weet je? Ja. Nou, die aarde die kan ook zweven, dat heb je met al die planeten. Door die hitte blijft dat allemaal zweven. Dat geeft ook weer een licht gevoel. Dat wordt alles lichter door. Zowel als vuur is licht, maar ook door die warmte blijft dat zweven. Dus je zou kunnen denken dat als we een gaatje gaan maken, dan koelt het midden van de aarde af. En dan als een soort ballon gaan we dan zwieberen door de ruimte. Juist, precies. Dan moeten we eigenlijk gewoon niet aan beginnen. Nee, we moeten niet aan beginnen. Nee. Volgens mij is, even kijken, wie stelde de vraag ook weer? Prachtige vraag was het wel. Ja, Kevin, ja, die kijkt wel beter uit. Ja, was al begonnen met graven in de achtertuin, denk ik. Maar die denkt nu van, nou, gooit het nu weer dicht. Ja. Dankjewel, hè, Mirjam. Wat ik zo leuk van jou vind, Je geeft altijd zo'n leuk geestig tintje ook aan. Als je dan mensen die geven dan een antwoord en dan maak jij er ook nog een leuk grappig antwoordje. Dat vind ik zo leuk van jou. Oh, gelukkig maar. Er zijn mensen die vinden dat heel vervelend, hoor. Nee, ik vind dat nou juist zo leuk. Mensen die dat vervelend vinden zijn eigenlijk hele saaie mensen. Ja. Een beetje humor. Vind je dat niet enig, humor? Nou ja, ik doe mijn uiterste best om er... je hoeft helemaal je best van. Jij hebt het gewoon van nature, heb jij dat al. Nou, zo kan hij wel weer, Mirjam. Nou, dat is toch leuk. Complimentjes moet je ook eens keer. Ja, maar dan ga ik naast mijn schoenen lopen en dan krijg ik koude voeten. Nou, dat moet je niet doen. Blijf er maar lekker in lopen, hè. Die humor die blijft ook lekker in je schoentjes zitten. Ik doe mijn best, Mirjam. En dank je wel, voor het bellen. Geen dank. En tot bels misschien. Oké, tot dan. Dag. Dat is toch lief. 0800-1121 met vooral tips voor Regina, die van €22 per dag moet rondkomen. En die kan wel wat bezuinigingstips gebruiken, heeft ze doorgegeven. Dus mocht je advies hebben, 0800-1121 en zo dadelijk disco op Radio 1. 4:10 is het inmiddels en Lex Boon heb ik aan de telefoon. Een hele goede morgen. Goedemorgen, Astrid. Hallo. Nou, ik ben blij dat ik jou spreek. Ja? Ja, want we hebben al mailcontact gehad.
Ja, ik was vorige keer in slaap gevallen, dus toen ging het allemaal mis. Ja, dus, die dingen gebeuren om 4 uur 's nachts. Ja. Deze keer klink je heel wakker. Ja, dat komt door de discorit van net natuurlijk. Ja, dus nu gaat het goed. De timing is beter. Daar doen we het allemaal voor, zodat ik jou eindelijk kan spreken over die ananas. Ja, dat klopt. Hoe zat het? Ik heb een vraag over ananas in blik eigenlijk. Ja. Als je ananas in blik hebt, dan zijn die ringen heel klein vergeleken met een verse ananas. Dus ik vroeg me af, wat gebeurt er met de rest van de ananas? Of is het een speciale ananas gekweekt voor blikananas die wat kleiner is? Oh ja. En want de smaak is ook heel anders als je verse ananas vergelijkt met ananas in blik. Dus ja, hoe zit dat? Ja, ik vind het gewoon een goede vraag. Je had er al over gemaild en dan loop ik er ook mee rond, hè? Ja, dat wil je toch weten. En nu heel Nederland, behalve dan die ene persoon die weet hoe het zit met ananas in blik. Maar ik ben zo bang, Lex, dat het antwoord gewoon is dat ze zowel dat middenstuk als de rest van de ananas gewoon weggooien. Ja, helemaal weggooien? Ja. Het is toch, ja, je zou het ook kunnen gebruiken voor ananassap misschien of iets anders. Ja. We zouden met elkaar nog een hele ananasindustrie kunnen beginnen. Ja, mocht het antwoord hier niet op weten, niemand, dan ben ik ook benieuwd hoe je nou weet hoe wanneer een ananas vers is. Want ik hoorde laatst dat, ik dacht al dat als je een blad eruit kan trekken, dat die dan vers is. Maar dat schijnt dus niet te kloppen. Maar bedoel je vers of bedoel je rijp? Ja, rijp bedoel ik. Oh ja, dat is ook een goede vraag hoor. Dat zijn eigenlijk twee ananasvragen. Ik zit nu te denken of het misschien mogelijk is om een keer een volledige uitzending over ananassen te maken. Dat zou gek zijn. Kijken of dat haalbaar is. Ik ga dat onderzoeken. Als het niet lukt, dan hoor je er nooit meer wat van. Ja, en anders hoor ik het graag. Oké, okay. Dankjewel Alex. Oké, fijne dag. Wakker blijven. Doe ik. Oké, hoi. Gilles Verbraak. Hey, goedenavond. Goedenavond. Dat is een tijdje geleden. Ja. Ik probeer het nog eens. Ik was me deze week een beetje boos geweest over dat rookverbod. Ja. En ze kunnen dat wel verbieden, maar dat vraag ik me wel dingen af. Ik vroeg me dus ook af hoe dat zit als je dus gewoon een eigen zaak hebt. En je hebt die eigen zaak en je woont boven je zaak. Dus waar je woont, dat is gewoon jouw café. En mag je dan gewoon niet in jouw eigen huis roken? Mag je dan nergens roken? Wat mag er dan niet meer? Maar jij gaat er dan even vanuit dat als je een café hebt in je eigen huis? Ja. Kijk, je hebt onder het café, je woont boven. En mag je dan boven roken? Mag je dan onder niet roken? Als je de deur dicht doet, mag je dan wel roken? Doe je de deur open, mag het dan niet meer? Dat is toch helemaal onhoudbaar? Nee, maar je mag gewoon in het café niet roken. Hoe moeilijk is het? Ja, hoe moeilijk is het? Ja. Ja, als ik boven ben en ik zeg tegen mijn vrienden, kom eens naar beneden en we trekken de tap open, dan mogen we wel roken. Nee. Als ik de deur open doe en ik zeg, dit is een café, dan mogen we wel roken. Niet. Nou, als je zegt, dit is een café, dan mag je niet roken. Maar als je zegt, mijn vrienden komen langs en ik trek de tap open, dan mogen we wel roken. Ik denk dat het gewoon is, zolang zij niet voor die tap hoeven te betalen, dat je gewoon dan ook wel mag roken. Dus je moet als klein café gewoon gratis bier gaan weggeven. Ja, laten we dat dan maar gaan doen. Ik weet niet of je daar dan rond van kunt komen. Nee, dat wordt lastig. Dat wordt inderdaad wat moeilijk. Dan moeten we entree gaan vragen, denk ik, voor 35 euro entree. Dat is het. Met pasjes erbij en een hele speciale entreecode. En dat je dan op de deur klopt, mogen we misschien binnen. Ja. Weet je wel, ze dat ook deden. Dat was destijds in de drooglegging in de jaren 30. Hè? Ja, precies. Maar illegaal tabaksplantjes kweken. Ja, en die kweken we onder op zolder. In de kelder. Ja, oh, in de kelder kan ook. Ja, ja. Nee, maar het is toch allemaal onhoudbaar. Waar gaan we naartoe? Ja, ik durf het niet te zeggen, want dan ben ik de helft van mijn luisteraars die krijgen een hekel aan me. Maar het is gewoon een smerige gewoonte. Je moet er gewoon mee ophouden. Ja, ik wil er ook best mee ophouden, maar ik ben er ooit mee begonnen. Dus dan is het lastig om ermee op te houden. Tuurlijk, gewoon niet meer roken. Nee, ik weet hoe lastig het kan zijn. Niet uit persoonlijke ervaring, want ik ben er nooit aan begonnen, maar wel van vrienden, hoe verschrikkelijk verslavend het is. Maar het blijft een smerige gewoonte. En dan moet je maar niet in het café roken. Ja, maar dat is nog niet het ergste. Die café-eigenaar,
Dat is gewoon zijn eigen zaak. Die mag zelf bepalen wat er in zijn eigen zaak gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Want ik zit toch aan de bar en ik krijg gewoon van die smerige kankerbevattende stoffen binnen. Ja, maar als jij mag bepalen waar je naar binnen gaat, dan mag je ook bepalen wat die ene man doet die daar iets begint. Ja, daar zit wel wat in. Misschien moeten er gewoon... Kunnen ze niet gewoon in 2 cafés per stad een rookhol maken? Ja, dat dacht ik ook wel. En ik dacht vroeger altijd, want vroeger was de slogan altijd van roken, daar komen we samen uit. Ja. Maar als iemand tegen mij zegt van, oh, die dampt hangt in mijn gezicht, nou, dan ga ik even de andere kant op roken. Ja. Nee, maar Jules, ja, nou ja, goed, ik moet deze discussie echt niet voeren, want ik ben hier zo... we gaan het nooit eens worden. Dus ik moet tegen jou zeggen, er hangt kankerstoffen bevattende rook in mijn gezicht. Kun je dat even de andere kant op? Het is toch de omgekeerde wereld? Je moet toch bijvoorbeeld... Maar ik vind het zelfs als ik op straat loop en iemand voor mij, die is aan het roken, die blaast die rook uit en ik krijg het in mijn gezicht. Ik kan dat gewoon niet geloven, dat je andere mensen die troep in hun longen blaast. Nee, maar dat wil ik ook niet. Maar als ik dadelijk buiten op straat ga staan, dan komen er allemaal auto's voorbij. En die blazen diezelfde kankerverwekkende stof in mijn gezicht, terwijl ik het roken ben. Dat is dubbel op. Maar dat heeft nog nut, Jules, want dat verplaatst je nog van A naar B. Jij bent het gewoon, je steekt het aan en je verspreidt het. Ja, het spijt me zo voor rokers, want ik ga ze allemaal kwijt nu. Ik zie mijn luistercijfers gewoon. We komen allemaal samen in één bepaalde plaats. We doen een stickertje op de deur. Hier komen wij samen. Ja. Nou, dat vind hier ik ook een goed idee. Hier maken voor ons. Nou, als er iemand anders aan de andere kant van de Maas wil zeggen van hier komen wij samen zonder te roken, dan mogen ze daar ook samen komen. Ja, en dan mag de eigenaar vervolgens ook bepalen. Vervolgens moeten wij betalen aan de gezondheidszorg omdat jij met longemfyseem en kanker in het ziekenhuis terechtkomt. Nee, daar heb ik ooit een heel programma over gezien dat het ongeveer gelijk uitkomt, want wij vallen op het 67e om. En dan trekken we niet zo lang AOW. Dus oh nee, dat is waar. Dat gelijk uit. Dat oh is nee, dat is waar. Nee, dat is inderdaad. Oké. Okay. Nou ja, dat is dan opgelost. Ja, daar staan we wat dat betreft, Kiet. Ja. Dus daarom mag iedereen zelf bepalen dat ze een eigen kroegen maken waar groot mag worden. Ja. Dan mag jij je eigen kroegen maken en restaurants maken. En dan vind ik het trouwens wel waar, in een restaurant dat daar niet groot mag worden, dat vind ik nog een goed punt. Ja. Want als je lekker aan het eten bent, dat die dan voorbij komt, nee, dat vind ik goed. Maar als we gewoon een cafeetje hier op de hoek, een simpele horecaondernemer die ergens in een dorpje zijn eigen kroegje begint. Ja, ja. Gewoon 1 gedoogzone per stad. Nou, gewoon laat iemand ergens zijn eigen regels maken. En dan zijn er ook altijd mensen die hun eigen regels maken dat er niet gerookt mag worden. Gewoon leven en laten leven. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat pakken. Ja, ik hoop het. Ik moest het even kwijt. Ja, nee, ik begrijp het volledig. Ik ben ook weer een beetje genuanceerder geworden in mijn mening. Ja, dankjewel daarvoor. Bedankt. Oké. Okay. Hey, goeienacht. Oh, hé, hey, maar Jules? Ja. Even kijken hoor. De vraag was, want we moeten altijd wel, we kunnen het leuk over meningen hebben, maar er moet natuurlijk een vraag aan vooraf gaan. Of, als ik in mijn eigen zaak een horecagelegenheid heb, en ik woon daar, mag ik dan roken als de zaak dicht is? En mag ik dan niet roken als de zaak open is? 0800-1121. Ik ben benieuwd, Jules. Dankjewel, hè. Oké, goeienacht. Hetzelfde, hoi. Doei, doei. Bob? Hallo, de Bob. Richard is ook goed. Bijna hetzelfde. Ja, okay. Ah, Richard. Okay. Ja, Richard dan. Zeg het eens, Richard, dan. Oké. Ik zag op mijn globe de grens tussen Noord-Amerika en Canada. Ja. Ja, dan soms zit je even naar je globe te kijken, dat begrijp ik, ja. Ja. En dat is een rechte lijn, met alleen in het oosten een wat warrigheid, maar het is in de rechte lijn. Ja. Maar nu vraag ik me af, met het ontstaan van Amerika, met de burgeroorlog en de slavernijafschaffing, waarom is die lijn zo strak getrokken? Oh ja. En wat voor
daarvoor nodig geweest? Of... Want je hoort weinig van Canada. De flair, de economisch prima. Je hoort er niks van. Nee, nou, dat is eigenlijk... het klinkt heel rustgevend eigenlijk, Canada. Ja. Je hoort er nooit wat over. Maar als je achter de grens bekijkt... Ja. Dan gaat het van west naar oost. Ja. Een strakke lijn. Met in het oosten een beetje kronkeltjes. Met, ja. Maar wanneer is dat afgesproken en wanneer is dat vastgesteld? Want daar woonden ook Indianen en daar waren ook... Ja. Wie heeft daar die rechte lijn getrokken? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, precies. 0800-1121. Ik doe mijn best, Richard. Dankjewel. Jij bedankt. Dag. Het, hoi. Hoi. Karin van der Werf. Hallo. Hallo. Astrid, ik wil eigenlijk heel graag eventjes reageren op Regina. Die eigenlijk, als ik jou goed begreep, moest leven op 21 of 22 euro per dag. Ja. En ik heb zelf zowat een jaar lang op 20 euro in de week moeten leven. Dus ik vind het nog eigenlijk behoorlijk veel, moet ik zeggen. Klinkt als veel, ja. Ja, dat is inderdaad dan nog eventjes veel. Maar eigenlijk om tips te geven, dan kun je ze beter eigenlijk gewoon als ze boodschappen en alles haalt en voor het eten, eventjes goedkoop gaan kijken zoals bij de Albert Heijn. En dan heb je dus ook van die euroshopper. Ze kan en naar de Lidl toe gaan of naar de Aldi. Mm. Maar als ze dus wil gaan koken, dan kun je ze dus ook voor meerdere dagen en gaan koken. En dan is ze ook alweer en voordeliger uit. Hoeft ze dus ook niet per dag boodschappen en te gaan doen. Ja, het zit hem toch volgens mij, als ik het zo hoor over mensen die bellen, dat het zit hem voornamelijk in de dagelijkse boodschappen. Ja, klopt. Want ja, de kapper is natuurlijk ook een hele uitgave. Nou ja, maar dat, dat hoeft niet. Want, want je hebt ook gewoon thuiskappers en die zijn en goedkoop. En want zoals mijn kapper, die is dan 13 euro. En ik ga dan om de 3 maanden. Nou, kijk, je kan ook via Facebook heb je heel veel groepen. Kijk, en dan kun je ook kleding even vandaan halen, et cetera. Weet je, ga zo maar door. Je kan ook gewoon en bij de kringloopwinkels kleding halen en niemand in die het ziet. Nee. Dus, hè, en dus je moet gewoon, dat er gaat, gewoon slim boodschappen doen, om het zo maar te zeggen. En hoe deed jij het in 22 euro in de week? Want wat voor dingen moest je dan zonder doen? Ik leefde dus op 20 euro in de week. En ik ging gewoon, dat er gaat, gewoon ja, moet ik dat zeggen. Ik ging heel vaak naar de Lidl en dan haalde ik gewoon daarvoor en mijn boodschappen voor. En en dan moest ik gewoon gaan kijken van wat is er in de aanbieding. En dat gewoon halen. Ja. En zoals macaroni, en dat kun je een paar dagen maken. Spaghetti, hutspot, ga zo maar door. Soep, dat is ook gewoon goed. Dus alles in de vriezer? Juist, precies. Ja, ja. Nou, dankjewel Karin. Is goed, alsjeblieft Astrid. Fijne vrijdag nog. Oké, doei. Oké, dag. Dag. It's all about the money. Het draait allemaal om geld. 0800-1121 kun je bellen met vragen en antwoorden. En het is helemaal gratis. Marijn van Haren. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hadden een vraag over die paus. Ja. Dat was van de week. Dinsdag was er bij Sven de Kofferman op Radio 1. Ja. Daar was het, anders het antwoord gegeven, dat de paus die kan dus begraven worden bij alle andere pauzen. Maar hij mag ook begraven worden waar hij bijvoorbeeld geboren is. Of, hij mag zelf kiezen, ja. Oh, dat zal hij fijn vinden. Het maakt niet uit of die aftreedt. Dus, dat zei dus ook, er is één paus die dus ergens anders is begraven, omdat hij dat wilde. Oh, dus dat was wel een echte gewone paus, maar die wilde liever terug naar huis? Die wilde terug naar huis. Oh,
Goh. Nou, fijn dat je zo goed opgelet hebt dat je aan de lippen van Sven Kokkelman hebt gehangen. Ja, dus bij deze. Dank je wel daarvoor en bedankt voor het bellen ook, Marijn. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Dag. Dag, 0800-1121. Hey, Henk van de Veen. Oh, toch niet? Is het gelukt? Nou, volgens mij wel. Ik hoor je heel goed, hoor. Mooi. Ja. De vraag van die meneer met de kroeg. Ja. De vraag was eigenlijk, als hij daar alleen zit met zijn familie en heeft de boel op slot, ja, dan kwam het op neer. Ja. En hij drinkt daar een borrel met zijn familieleden of met een paar vrienden of wat dan ook, of hij dan mag roken. Ja. Dat mag. Oh. Als daar aan de buitenkant van de deur een bordje gesloten hangt, dan is dat gewoon privéterrein. Als hij dat bordje omdraait, open, en hij doet de voordeur ook open, en er komen mensen in en die bedient hij en die tapt hij en die schenkt hij in. Ja. Dan mag het niet meer. Oh. Want dan is het geen privéterrein meer. Nee, maar ja, wanneer is het nog? Dus vanaf het moment dat de mensen gaan betalen toch, hè? Ja, ja, precies. Ook dat, inderdaad. Ja. Dan is het een, hoe zeg je dat? Een publieke aangelegenheid. Ja. En dan kunnen anderen zich er ook mee bemoeien. Ook de politie, ook de toezichthouders. Maar stel nu dat je een open kroegdag hebt en je denkt ik schenk gratis bier. Dan ben je wel aan het investeren in je bedrijf, want je bent klanten aan het lekker maken voor je bedrijf. En dan toch betalen ze niet. Als je gratis bier schenkt en je doet het voor iedereen, ja, dan heb je ze gewoon open. Dan blijft het een publieke aangelegenheid, dan mag het niet. Oh. Dan mag er niet gerookt. Oké. Okay. Ik blijf het ook heel raar vinden. Dus als je familie en vrienden aan boord hebt, dan mag je wel... die smerige stoffen rondstrooien. En als het vreemden zijn, dan mag het niet. Ja, want je maakt gewoon uit wanneer het je eigen terrein is. Ja. Of wanneer niet. Vooral als het een eenmanszaak is. Je bent trouwens wel heel erg fel. Ja, maar ik vind het zo vies. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Ik begrijp hoe het is om verslaafd te zijn. Want ik hou van chocola. Maar dat je andere mensen kunt beschadigen met een... totaal onzinnige gewoonte heb ik nooit begrepen. Nee, maar dat wordt ontzettend overdreven. Er is een tijd geleden voor de televisie een hele documentaire geweest over een plaats in Twente en die heet Goor. Ja. Dan had je die internietfabriek en de ene longarts naar de andere kwam voorbij. En één longarts viel mij erg op, die woonde in Almelo. Die zal in Twenteborg ziekenhuis hebben gewerkt. En die longarts zag ik pas weer en dat ging over dat roken. Mm-hmm. En die zei, je krijgt geen longkanker als je af en toe eens naar de kroeg gaat en daar wat tabaksdamp inademt. Het is vooral voor het personeel dat daar werkt. Of mensen die daar dag in dag uit komen. Ja. Ja. En ik vond dat idee van jou heel goed. Dat je dan een kroeg moet hebben voor mensen die daar heel veel moeite mee hebben. Dus voor niet-rokers. Ja. En die het ook vies vinden. Wat ik ook wel begrijp. En voor mensen die wel roken. Maar, en er is ook een misverstand om te denken dat rokers in de gezondheidszorg duurder zijn. 15 jaar geleden heeft een econoom in NRC Handelsblad daar ook een boetend artikel over geschreven. Zelf een niet-roker trouwens. Hm. Die daar keurig in voorrekenen dat rokers bepaalde ziektes krijgen. En daar gewoonlijk ook sneller aan doodgaan. Ja. En dus veel, dus de gezondheidszorg, maar inderdaad ook de AOE, veel minder belasten. En wat mij opviel, wat hij niet meegerekend had, waren de accijnzen. Ja, ja, ja. Dus het geld dat binnenkomt via de accijnzen. Ja, een pakje sigaretten kost 7 euro tegenwoordig, met 25 sigaretten erin. Maar Henk, ja, rook je? Ja. Waarom? Omdat ik eens een keer op mijn 16e jaar dacht stoer te zijn, en dat was het toen ook nog een beetje. Ja. En gewoon begonnen ben met roken. En toen rookte ik nog vrij weinig eigenlijk. Dat is later meer geworden. Maar men praat daar eigenlijk... Over longarts had ik het net. Was ook nog een vrouwelijke longarts. Mm-hmm. Die begint zich daar ook erg kwaad over te maken. Langs de hand. Die zegt ook, het is... zijn hele generaties zijn ermee opgevoed. Als je films van 20, 30 jaar oud ziet... Dan zit iedereen daar gewoon te roken. Ja.
Als je opnames ziet van 20, 30 jaar oud, van studio-opnames, dan zitten mensen ook gewoon te roken. Nou, van 15 jaar oud nog, maar ja, daar was het al iets, werd er al iets meer over gediscussieerd. Nou ja, de eerste huisarts die ik in de stad Groningen had, daar kwam ik gewoon in de bespreekuur en we zaten gewoon genoeglijk te praten met elkaar met de asbak op zijn bureau. Ja, ik zou er echt uren over kunnen praten, want ik vind het fascinerend, echt waar. Maar deze vraag brengt mij op een andere vraag. Ja. Je hebt ook sociëteitsvergunningen. Bijvoorbeeld sociëteitsvergunningen. Een studentenkorps met een sociëteit heeft een sociëteitsvergunning. Ja. En die kun je eigenlijk wel 24 uur per dag ophouden als je het leuk vindt. Doen ze niet, maar ze mogen het wel. Die hebben allerlei privileges. Ik vraag me af of die etablissementen met een sociëteitsvergunning, en je hebt er velen, of daar ook een rookverbod ingevoerd wordt, of dat het daar wel mag. Dat mag vast niet, want er is vast een mooi kopje van publieke gelegenheden, waar bezoeken, betalend, bladibla. Maar als je bij een sociëteit komt, moet je daar je bier kopen? Ja, dan moet je je bier kopen. Van de sociëteit ben je lid. Ja, dan valt het er vast niet. En dat is het grote verschil. Je bent er lid van. Je bent dus lid van een vereniging die een sociëteit heeft. Zoals je had vroeger van die heren sociëteiten. Tegenwoordig heb je daar ook vrouwen bij. Maar hoe is het in de kantine van de voetbalclub dan? Daar mag je niet roken. Oh ja. Ja. Nou ja, een goede vraag, Henk. Ik speel hem weer door via 0800-1121. En ik ga er gewoon vanuit dat je blijft luisteren. Goeienacht. Ja. Dag. Harm Helbron, goeienacht. Ja, hi, Astrid. Hallo. Ik wil even reageren op Lex, heet die geloof ik. Van de en de ananas, ja. Ja. Nou, ik ben kok van beroep. Oh. Dus dat is wel lekker. dat is al lekker, ja. Ja, toch? Ja, het eten is altijd lekker. Ja. Om te weten of het rijp is, dan moet je de ananas een beetje aan de onderkant gaan ruiken. En als je een tropische fruitgeur krijgt, dan is dit rijp. Dan heb je een goeie. Het is gewoon iedere willekeurige ananas kun je aan de onderkant ruiken. Nou ja, je moet gewoon aan ananas ruiken. En meestal aan de onderkant, om waar die aan vast zit. Ja. Maar dan komt er zo'n tropische geur komt vanaf. En als je die heel sterk ruikt, dan heb je 9 van de 10 keer een hele goede en lekkere ananas. Ja, ik vind het geweldig. Ik ben blij met de tip. En, ja. De restanten, ik weet dat het met suikerbiet ook gebeurt. Oh. Daar maken ze pulp van. Pulp. En dat wordt voor veevoer gebruikt. Oh, gelukkig. Ja. Nou, dat is een hele geruststelling. Dus ik neem aan dat het ook van ananas gebeurt. Dat ze ananaspulp, dat is nog best lekker eten, denk ik, veevoer. Ananaspulp, suikerbietenpulp. Mm-hmm. Gaan wij eens een keertje proberen. Ja, lekker. Nou, als jij het klaarmaakt, dan durf ik dat best. Ja. Nou, eet het bereid, hè? Ja. Wat zeg je? Oh ja, niet klaarmaken mag je niet zeggen. Als jij het bereidt, Harm, dan durf ik het aan. Dankjewel. Is goed. Nee, verder nog. Hetzelfde. Dag. Hoi. Leo Blom. Goedenacht, Astrid. Goeienacht. Ik had ook een antwoord wat een tijdje terug zei iemand die het Kokkelman geluisterd heeft. Hè? Ja. Dat heb ik ook geluisterd. Dat staat in zijn testament en daar houden ze zich aan, de kerk. Dus wil je in het zuiden, Bayern zou ergens begraven worden, wordt ervoor gezorgd. In de Sint-Pieter ook goed, waar ze willen. Oké, waar de paus dus zelf wil, daar mag hij begraven worden. Ja, dat staat in zijn testament. Daar komt het op neer. Maar ik heb ook een kort vraagje. Ja. Een beetje moeilijk. Ik luister vaak naar de radio. Oh. Dat is ook weer voor het eerst dat ik ooit gebeld heb. Oh. Maar hadden ze over dat een schrijver, ik zal kort maken, in de middeleeuwen, voor, vroeg of laat, dat weet ik niet precies. Maar die had over dat kale plekje bij die paternosters, weet u wel? Ja. Met zo'n randje haar. Ja. Hij zei, daar komen de hoed en de rand vandaan. Hij zei, de hoed is dat, daar hebben ze zo'n vlies vroeger erop. Oh ja. En hij zegt, en dus van wat was het, van de hoed en de rand weten. Ik denk, verrek. Hij zei, en wat in die etymologische woordenboeken of zo, dat is allemaal fout. Maar nou vraag ik me af, ik heb wel eens vaker gehoord op je programma, dat er mensen zijn die dat woordenboek hebben. Ja, dat etymologisch woordenboek, dat nemen mensen speciaal mee naar bed voor mij, ja. Ja, wat staat er dan in dat die zegt dat niet goed is? Van de hoed en de rand weten, wat staat daar in het etymologisch woordenboek? Dat moet nog lukken, Leo.
En dan moet op die tonser of hoe dat zo'n ding, zo'n kale plekje. Daar komt het vandaan, zeg hij. Dan wil ik ook weten hoe dat kale plekje van een, ja, van een monnik of van een... Ik heb ook te laat, ik zal het kort maken, ik heb ook te laat ingesteld. Zodoende weet ik niet precies. Maar hij had over die boeken, no, dat is allemaal fout. Ik vind het nog best een lange vraag. Zijn er toch niet van. Ja. Ja. Nou, oké. Okay, dank je wel. Dank je. Dag. Bedankt, hè. Ja, jij okay. Bedankt. Dag, dag. Gert-Jan. Uit Amsterdam. Hallo, ja, je jingle is nog niet af. Ja, ik ben ook verslaafd aan dit programma. Oh, gelukkig hoor. Maar. Ik kan het niet laten om af en toe in de telefoon te klimmen. Dat is het enige middel dat ik heb. Ik heb nog een kleine aanvulling op die mevrouw die met die papieren handwerkjes van de huishoudschool uit de oorlog, die wilde weten waar ze dat kon onderbrengen. Ik weet het niet helemaal 100% zeker, maar volgens mij is er een schoolmuseum in de buurt van Schiedam. Oh, kijk. Ja. Dat, dus ik zou het moeten checken op een, weet ik niet wat voor manier, maar er is een schoolmuseum. En ik denk dat het daar eerder thuis hoort dan dat ze bij Overloon in het oorlogsmuseum, want daar staan allemaal wapens en tanks en kanonnen, dat daar niet zo snel ondergebracht kan worden. Oh ja. Waar was het schoolmuseum in? Schiedam. Schiedam. Dat is het enige wat ik op dit moment weet. Dat klinkt wel heel toepasselijk. Dat je dan daar zo ergens een afdelingje krijgt met deze papieren jasjes. Vouwden ze lang, lang geleden op de... Dat zou leuk zijn. Het is een schoolmuseum. Maar meer weet ik op dit moment niet. Nou, ik hoop maar dat Annie nog wakker is. Oké, maar dan heb ik nog ook iets aanvullends. Want die neiging kan ik toch niet onderdrukken. Nee, dat weten we toch, Gert-Jan. Ja, langzamerhand wel. Er was een science fiction probleem over die tunnel door de aarde. Ja. Nou, heeft Jules Verne daar iets over geschreven in fiction termen. En er is een geoloog inmiddels met pensioen, Salomon Kronenberg. Ja. Die heeft die teksten van Jules Verne is eventjes op de korrel genomen. En als hij daar wat meer over wil weten, dan kan ik hem verwijzen naar dat boek van Salomon Kronenberg onder de titel Waarom de hel naar zwavel stinkt. Dat is een heel aardig boek van een emeritus hoogleraar geologie die klassieke bronnen, inclusief Jules Verne, heeft gebruikt om eens even dat geologische verhaal een beetje handen en voeten te geven. En dat is bij mij binnengekomen en dan kom ik toch met een heel particulier verhaaltje. In de paasvakantie van 1962, dat is meer dan 40 jaar geleden, ben ik ooit eens 800 meter onder de grond 50 geweest. 50 jaar geleden zelfs. Ja, ik word steeds ouder. Ja, het gaat zo snel. Even 10 jaar kwijt. Ja, sorry. Maar ga door. Even een rekensom. Ik heb ooit eens een excursie gemaakt bij de Staatsmijnen. Ja. En dan ben ik 800 meter onder de grond geweest. Dat is de langste lift die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En daar heb ik dus meegemaakt. Het was nog voordat besloten werd om de mijnen te sluiten. Terwijl ik in die tijd een beetje de ambitie had om geologie te gaan studeren. En toen heb ik het feitelijke werk in Zuid-Limburg onder de grond aanschouwd. Daar heb ik toevallig van de week met iemand wat meer over gesproken. Dat zal ik je allemaal besparen. Maar ik denk dat ik een van de weinige Nederlanders van boven de grote rivieren ben die ooit 800 meter in Zuid-Limburg onder de grond heeft gezeten. Ja. En dat is toch een hele aparte ervaring geweest. Ik zal je niet uitgebreid bespreken. Maar toen wij beneden, zeg maar, dus 800 meter plus minus, daar stond we stapten uit de lift en er stond een windkracht 5 à 6 boven. Dat was om al die hitte die daar beneden gaande was, om die dus te koelen. En we moesten wel een kilometer lopen voordat we aan het kolenfront kwamen. En daar werd het steeds warmer en heter en daar werd de windkracht steeds minder. Maar dat is toch wel een particulier verhaaltje wat ik naar aanleiding van dat
fiction verhaal. Zeg van, ja, door de aarde schieten richting Nieuw-Zeeland. Dat is flauwekul natuurlijk. Maar die, zoals dat dan officieel heet, de geothermische gradiënt. Dus de temperatuur die naarmate je dieper naar beneden gaat, toeneemt. Dat heb ik toen ondervonden. En dat heb ik toevallig van de week met iemand wat uitgebreid besproken. En dus ik heb het over 1962, de paasvakantie. Ja. En in 1968 is besloten om de mijnen te sluiten, omdat we een aardgasbel hadden in Groningen, die in 1956 was aangeboord en in plusminus 59 de omvang daarvan was vastgesteld. En toen zijn we op die aardgasbel gaan koken. En dat geeft tegenwoordig problemen in Groningen. Ja. Je wordt bedankt, Gert-Jan. Hartstikke idee. Het is allemaal jouw schuld. Nee, ik heb het alleen waargenomen en ik lees nog steeds de krant, zal ik maar zeggen. Oh, oké. Zullen we daarop houden? Dankjewel weer voor je bijdrage. Oké, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Peter van den Berg, goeienacht. Ja. Hallo. Goedemorgen, Astrid. We mogen nou wel goedemorgen zeggen. Ja hoor. Dacht ik zo. Hè. Astrid, ik heb een leuke aanvulling op dat caféverhaal. Ja. En dat is dus als volgt. Je kan het namelijk omzeilen. Hè? Of niet omzeilen, maar je hebt er een oplossing voor. Wat die man dus allemaal vertelde, dat klopt natuurlijk. Hè? Dat klopt. Maar je kan het omzeilen. Er is dus in Amsterdam is er een café. Die heb ik als voorbeeld hiervoor. Ja. En die doet dat met heel veel succes. Die heeft dus een opslagruimte naast het café, ook aan de straatkant. Ja. Die heeft hij dus, daar heeft hij een café van gemaakt. Dat is dus maar heel klein. Hè. Daar kan net één of twee mensen kunnen erin staan. Daar zit dus al het drank zit daar dus in. En hij heeft op de opslagruimte aan de buitenkant heeft hij dus de naam of café gezet. De naam van het café. Dat is dus het bedrijf. Hè. En heeft hij dus binnendoor is er dus een ingang naar het eigenlijke echte café, wat vroeger het echte café was. En dat is de huiskamer. Maar waar mag je nu wel en waar mag je in de huiskamer roken? Ja, precies. En je moet dus, als je de drank wil, dan moet je dus dat in die opslagruimte moet je dat kopen. En daar staat de kassa, daar wordt afgerekend. En dan ga je bij hem in de huiskamer zitten, kun je het opdrinken. Ja. Nou, ja. Maar dat is, de mensen moeten ook inderdaad gewoon een beetje creatief zijn. Ja, nou ja, dat is dus natuurlijk door toen het eerste verbod op het roken kwam. Hè, 3 jaar geleden, wat was het? 3 jaar geleden geloof ik. Toen zijn dat soort dingen dus ontwikkeld. He, en er zijn dus ook rookruimtes in cafés gekomen natuurlijk. Ja. He, maar dat is maar een klein gedeelte van het café. He, die ze dus afgebakend hebben. Maar dit is dus wel de allerslimste oplossing die ik gezien heb. Ooit eigenlijk. Ik denk dat er al meer cafés zijn die dat zo gedaan hebben. Ja, maar dit is echt ongelooflijk slim bedacht. De opslagruimte die dus aan het pand vastzit. Daar alles het bedrijf in. Het is echt een paar vierkante meter. Maar ja goed, de koelkast kan erin en de tap staat erin. En echt ongelooflijk vind ik rijk. Ja, ergens denk ik ga dan wel mee met de gedachte van, stel nu dat je als café zelf mag kiezen of je een rookcafé bent of een niet-rookcafé. Maar dan komen je klanten ook die accepteren. En dan kun je, als je het een eenpersoonsbedrijf is, kun je daar zelf voor kiezen. En als je personeel aanneemt, kan het personeel er ook voor kiezen om dag in dag uit in de rook te gaan staan. Ja. Alleen op het moment dat je die beslissing neemt, dan kan ik me wel weer voorstellen van bestuurders, dat je dan bij elkaar zit. En dan moet je dus als bestuurders met elkaar beslissen van jou, ja, mensen kunnen de mogelijkheid hebben om er zelf voor te kiezen om dag in dag uit hun longen te vergiftigen. Vind ik toch een beetje een rare keuze.
Ja, maar dus, kijk, er zijn mensen die inderdaad, er werd al gezegd, die dus heel even roken en die maakt het gewoon niet uit, hè. Maar in Spanje heb je volgens mij, heb je dus rookcafés en niet-rookcafés. Ja, ja. Hè, waarom kan dat hier dan niet, vraag ik me af. Ja, oh, nou ja, dus, ik denk vanwege de concurrentie is dat, geloof ik, dat dus dan de ene café rookcafé is, dan gaat iedereen daar naartoe. En dan heeft degene die niet rokers, die heeft dan niemand, bij wijze van spreken. Ja. Geloof dat het daarin zit. Maar ja, ik vind dat zou toch ook zo moeten kunnen. Dat je dus, rookcafés hebt en niet rookcafés. Maar ergens, hè. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. En ik weet dat ik een beetje te idealistisch ben voor deze wereld af en toe. Maar moet je niet gewoon sigaretten niet verslavend maken? Nou, dan heb ik dus het tweede ding wat ik wilde zeggen. Eigenlijk een tip voor alle rokers. Ik doe dat zelf dus al 30, 40 jaar bij wijze van spreken. Ik rook ook nog steeds. Maar een pakje per week. Ja. He, gewoon de lekkere sigaretten. He, want ik ben ook ooit ook wel eens 6 jaar gestopt. He, dus heel lang geleden. Ja. Maar ik bleef die lekkere sigaretten blijf ik missen. Meen ik echt. He, bij een kop koffie, bij een biertje. Na het eten, noem maar op. Dan kom ik aan 4-5 sigaretten per dag, zeg maar. Nou ja, dat zouden dan 35 per week zijn, maar het is minder. Het is minder, want ik zit echt aan zeg maar een pakje van 25. Daar red ik het over het algemeen mee in een week. En gewoon beperken. Gewoon zeggen van ja, jongens, daar proberen aan te houden. Ja, maar ik ben nu 60, probeer hoor, dus, in te leven, Peter. Maar het is gewoon een smerige gewoonte. Ja, ja. Het spijt me. Het is ook wel zo dat bij mij ook steeds meer geworden is. Dat je dus je rookt eigenlijk waar. Dat je dus dat, laten we zeggen. Nou ja, ik ben in de mogelijkheid om thuis dat. Alleen te doen. Ik ben alleenstaand, om het zo maar te zeggen. Ja. En dus dan is dat al makkelijker. En maar goed, het is wel zo dat je dus bij andere mensen, wat dan ook, ja, dan ben ik ook gewend aan om daar gewoon niet te roken. Dat wordt gewaardeerd. Dat is, ja, maar dat is ook steeds tegenwoordig steeds minder. Ja. Dat kan je ook bijna niet meer maken. Er gaat nog zoveel geld om in die tabaksindustrie. Dat is, ik vind het ongelooflijk. Nou, maar als je dus zo. Maar Peter, sorry hoor, maar we houden erover op, want we worden een rookdiscussieprogramma. Als je zelf die beperking op kan leggen, dan is het ook helemaal niet moeilijk om bij een ander niet te roken. Dat is echt waar. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Peter. Oké, okay, graag gedaan. Dag, goeiedag. Fijne dag verder. Hoi. Hoi, hoi, hoi. Meneer Verhertian. Verhertian. Dat zei ik. Oké. Okay. Ik vond het nog heel knap. Okay. Zeg het eens. Ik heb weer een aanvulling op dat roken. En ik weet een adres voor degene die dan echt verstokt is aan het roken. En mijn combinatie met Barcelona bijvoorbeeld. Ja, nou kom maar door. Dan 2 jaar geleden waren wij er met een groepje naar Barcelona gegaan voor een... Voor een ondersteunen of begeleiden van een goede kennis. Die dan zijn studie daar moet aanvullen met een symposium. En toen zijn we dan hebben wij een appartement op de Plaza Real in Barcelona. Dat is op dat beroemde pleintje. En dat is nummer 3. Ja. En op de derde verdieping. En er staat, wij wonen dan op de appartement, op vierde appartement. En wij moeten dus zo'n clubje passeren waar mensen dus roken. Ja. En op het bord dus, op dat hoekje, staat dus Pipa Club Barcelona. Pipa Club? Barcelona, ja. Dus dan mag je ook pijp roken? Ah. Dat zijn voor echte verstokte rokers en sigaretrokers en zo. En dan wordt dus daar dus
in zo'n kamertje. Of, ja, we zijn niet naar binnen gegaan. Ik helemaal niet. Ik hou niet van roken. En ja, er wordt daar flink gerookt. Het kon dus. Ik neem aan dat de regels ook Europees is geregeld. Ja, het is wel een beetje. Het is misschien een beetje omslachtig om naar Barcelona te gaan als je een sigaretje op wil steken. Ja. Ja, kan die dan combineren met op een vakantie? Of? Ja, altijd even roken op je vakantie. Dank je wel. Ja. Bedankt voor de tip. Oké. Doeg. Ja. Petra Timmers, uit Alkmaar. Ja. Hallo. Goedemorgen. Ik heb een vraag. Ja. Ik heb een onregelmatige hartslag. Dan moet ik een karrevracht aan pillen voor slikken. Ja. Vraag niet wat het kost, maar ik word er ook beroerd van. Ja. Dus ik krijg weer andere pillen om dat tegen te gaan. Heel lekker. Is er nou niet een goede andere oplossing? Ja, Petra, nou, het is echt, ik vind het heel vervelend om te zeggen, maar dat zul je echt moeten bespreken met de huisarts. Want ik durf dat nooit aan met medische vragen. We hebben geen idee wat jouw dossier is. Straks belt er iemand en die zegt, nee joh, Petra moet vooral heel veel ananas eten. En dan blijkt dat, juist bij een versnelde hartslag heel erg slecht, of onregelmatige hartslag heel erg slecht te zijn. Dan bel jij nooit meer terug en dan is het onze schuld. Dus dat kan. Ik denk misschien is er een hartspecialist niet. Ja, nee, maar zelfs een hartspecialist, Petra, zal dan eerst jouw specifieke dossier en jouw hart moeten onderzoeken voordat hij advies kan geven. Dus geen hartspecialist die zich daaraan gaat wagen om via de telefoon. Want als jij morgen omvalt, dan zeg je ja, hallo, maar dokter Hart heeft via de radio mij verteld. Dus dat kan niet. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Ja, en ik wens je heel veel sterkte en pas goed op jezelf, hè, Petra? Ja, mooi. Oké, dankjewel. Doeg. Ja, dat durf ik echt niet aan. Want soms dan zeg ik, als iemand echt schimmeltenen hebt, zeg ik nog wel, heeft iemand advies tegen schimmeltenen. Maar een onregelmatige hartslag, daar moeten we vooral niet mee gaan experimenteren. Dat risico wil ik niet lopen. Maar blijf bellen met niet-medische vragen. Ja, het klinkt een beetje onlogisch. Toch naar de nachtzuster, want bij niet-medische vragen help ik graag. Dus bel naar 0800-1121. Rien Teuzen, goeie nacht. Goeienacht. Hallo, zeg het maar, Rien. Ja, ik wil even wat zeggen over het rookverbod. Ja. Ik heb zelf 19 jaar een café gehad. Ja, Ik heb ook boven het café gewoond. Ja. In principe, hetzelfde, op het moment dat jij een café begint, moet je dus een horecavergunning aanvragen. Omdat je dus alcoholische dranken verkoopt. Ja. En dan zit je dus aan tijden vast dat je dus open en dicht mag zijn. Maar in principe is het ook zo, als je op het moment dat je dicht bent en met je personeel daar zit, mag er dus ook niet gerookt worden. Oh. Want het hele horecaverbod of het hele rookverbod is er gewoon op gebaseerd dat je een rookvrije plek voor je personeel hebt. Maar als je personeel allemaal niet hoeft te werken, dan hoeft die plek toch niet rookvrij te zijn? Nee, dat klopt. Maar als je een groot café hebt, heb je wel personeel nodig natuurlijk. Ja. Ja, maar niet na werktijd. Dus dat. Maar hoe was dat dan, Rien? Of hoe zou dat zijn als jij vrienden of familie in het café hebt? Is dat dan privé of valt dat dan ook onder die horeca? Dat valt er ook onder, want jij mag gewoon helemaal niet straks. Wij hadden toen ik het café had, toen had je zeg maar een uur nadat je dicht moest zijn, het moest om 3 uur gesloten zijn, mocht je nog een uur met je personeel om schoon te maken. Ja. En daarna moest je gewoon het café verlaten. Ja, maar dat is toch, idioot? Ja, omdat het gewoon een horecagelegenheid is. En dan mag je niet in je eigen ruimte zijn? Je mag er niet zijn, nee. Dat vind ik gek. Ja, ik heb diverse keren controle gehad. Ja. En dan vroegen ze inderdaad wat we nog aan het doen waren. Ze nou, ik zit hier net met het personeel. En dan checken ze ook inderdaad wat het personeel is. Want als er een vriendje of vriendinnetje van een van de barkeepers blijft zitten, dat mag ook al niet eens. Nou ja. Maar over het rookverbod nog even een ander verhaal. Ja. Kijk, wij hebben toen de tijd toen we het café begonnen, hebben we voor duizenden euro's aan luchtzuiveringsapparatuur moeten aanschaffen. Ja. Die in principe daarna gewoon eigenlijk Jan van Jan Doedel erin zitten. Ja. Wat ze eigenlijk verkeerd gedaan hebben in Nederland. En dat hoor je van al die andere horecaondernemers. Dat is de controle, die is zo verschrikkelijk slecht in de cafés. Dat heleboel cafés die niet zo goed liepen, gok maar namen om toen het rookverbod ingebracht werd, om maar te zeggen, maar luister, bij ons mag je wel roken.
in de hoop dat het daar drukker werd. Ja. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja. En kijk, ik heb een heleboel andere kleine cafés hebben ook helemaal geen ruimte om er ook ruimte te maken. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaan de mensen buiten staan. Maar dan krijg je natuurlijk weer geluidsoverlast buiten. En dan krijg je daar weer problemen mee in de buurt. Ja. Het wordt allemaal wel steeds ingewikkelder, hè? Het wordt allemaal steeds ingewikkelder. Alleen wat ik niet begrijp is dat de horeca er wel aan kapot gaat om dit. Ja, nou ja, vooral de kleinere horecabedrijven. Want de grote houden het hoofd nog wel boven water, toch? Ja, dat klopt. En het is natuurlijk ook zo. Je moet een rookvrije ruimte voor je personeel hebben. Dus op het moment dat jij een rookruimte hebt, waar dus mensen mogen roken, mag je personeel daar niet komen. Ja. Ja. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het heel frustrerend is. Maar ik vind het ook toch bizar om iedere keer weer te horen hoe belangrijk dat roken is in het uitgaansleven. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Kijk, en de meeste mensen die in de horeca werken achter de bar ook, die roken meestal allemaal wel. Ja. En die vinden het zelf ook zwaar irritant dat ze niet mogen roken. Ja. Maar ik weet wel, onder andere mijn eigen café is er wel een kapot gegaan. En dan zie je daar een minister Klink op televisie die staat te vertellen. Ja, maar we krijgen een hoop andere mensen terug die niet roken. Die omdat ze astmatische aandoeningen hebben of wat dan ook. Ja, dat zijn er niet zoveel als rokers natuurlijk. Ja. Het waren er 700.000. Nou, ik heb er geen één gezien hoor. Hey. Dus, en iedere avond heeft er hier iemand astma? Maar nee, maar het is... Nou ja, ik blijf het echt zo'n ingewikkeld onderwerp vinden. Want ik ging dus niet naar cafés, omdat ik het niet uithield in die rook. Nee, dus ik werd er dan wel weer blij van. Maar ik vind het wel heel vervelend inderdaad voor mensen. Als het inderdaad wat jij nu zegt, dan heb je heel veel geld geïnvesteerd om het allemaal een beetje, de lucht een beetje te zuiveren. En dan krijg je dat. Ja, dat zijn gewoon nare omstandigheden. Dat begrijp ik. Ja, en heel veel horeca gaan er allemaal onderdoor. Wat doe jij nu, Rien? Ik ben nou koerier. Koerier? Ja, ik ben weer opgehaald, ik heb het verkocht. Ja, en gaf dat een beetje rust of mis je het nog? Of allebei? Ik ben blij dat ik er vanaf ben. Ja. Omdat de laatste paar jaar viel ik gewoon niet te dingen tegenop te werken. Want in het begin hield ik mij aan het rookverbod. Ja. En toen zag ik gewoon dat mijn klanten naar andere tent gingen. Oh, we krijgen een hele slechte lijn, Rien. Maar ik heb wel een beetje een beeld van je verhaal inderdaad. Dat het inderdaad flink tegengewerkt heeft, dat rookverbod. Ja. Dankjewel voor je telefoontje. En goede reis nog even. Oké, dankjewel. Doeg. 0800-1121. Vragen en antwoorden. En de oplossing van het cryptogram of de crypto, net wat je wil. Daar komt hij hoor, de opgave van vandaag. Hij is altijd een beetje actueel, hè? De opgave van vannacht is getuigenis met passie. Getuigenis met passie. En de oplossing moet bestaan uit 17 letters en mag doorgegeven worden via 0800-1121. Annemieke Lansma. Oh. Hoi, hi. Hallo. Is dat even schrikken? Ja, ik was weer lekker aan het luisteren. Ik zet hem even van de handsfree, dat is misschien wat handiger. Oh, nou dan klink je nog aardig voor de handsfree. Ja. Maar dat is oegsgeest, hè? Daar heb je altijd een goede handsfree verbinding. Ja, precies. Ik zal hem even van de handsfree afhalen. Momentje. Ja. Rustig aan. We hebben alle tijd. Ik ga mijn batterij ook wat langer mee, denk ik. Kijk. Nou, nog een voordeel. Ja, waar bel je over? Nou, misschien... ik had in ieder geval een vraag. En trouwens, dat liedje, dat zal ik ineens denken, wel... Heeft die mevrouw toch nog een beetje mentale oppeppen voor haar hart gekregen? Ja, goed hè? Ja, want ze was wel natuurlijk bang vanwege haar hart. Zo een beetje de nacht door. Ja. 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 Kijk, zo denk ik met iedereen een beetje mee. Ja. Ja. Maar goed, daar bel je dan over, Annemiek. Ach, goed. Ja. Ja. Nou, ik had een vraag en ik heb pas vrij laat ingeschakeld. Dus ik had, toen kwam ook ineens... Van dat stemmen kwam voorbij. Ja. En ik dacht van, misschien dat ik daar ook wel een beetje wat van weet. Niet zoveel, maar misschien iets meer. Ik heb geen idee wat er allemaal verteld was, maar... Nou ja, doe eens een poging, zou ik zeggen. Ja, nou ja, ik denk dat er wel
degelijk wel verschil maakt. In ieder geval of je... of je blanco stemt of dat je überhaupt niet stemt. Mm-hmm. Tenminste, of je opkomt dagen of niet, laat ik het zo zeggen. Ja, maar de vraag is, wat is het verschil? Juist. Ja, daar ga je. Ja, precies. Nou, als je dus... het verschil dus is dus in ieder geval dus dat je opkomt dagen en dat je wel je stem mee laat tellen. Dus je maakt in feite dus de spoeling dunner. En dat gaat dus, dat scheelt denk ik sowieso wel. Dus je stem die telt wel mee in het geheel van alle stemmen die er zijn uitgebracht. Ja. Dus jouw partij, waar je dus dan wel of niet op zou stemmen. Elke partij krijgt dan een percentage van het aantal stemmen, zeg maar. Plus de zogenaamde restzetels die dan verdeeld worden. Ik denk dat dat dan... En daar zouden dan bijvoorbeeld ook die blanco stemmen, denk ik, dan mee getellen. Zit wel heel veel, denk ik, dan ongeveer misschien waarschijnlijk. Ja, hoop ja, ik heb geen... Ja, nee. Maar goed. Maar goed, we hebben hem weer even een duwtje gegeven, de vraag. Ja, dus 0800-1121. Ja. Juist, als je niet gaat stemmen, dan komt die stem sowieso nergens terecht. Dus ja, dan is die gewoon... Ja, dan... is die gewoon weg. Maar je had ook een vraag, Annemieke. Ja, juist. Vertel. Ja, en dat begint me steeds meer... dwars te zitten. Dus nu... Sorry? Dwars te zitten. Het begint je steeds meer dwars te zitten. Nou, ja, op een grappige manier. Oh. En ik denk, als je gaat... Ik denk, haast wel iedereen, denk ik, als je, dat gaat, als je erop gaat letten... Het is gewoon... Ja, het is schaatsseizoen natuurlijk, hè. Het allrounden en sprinten. En ik ben gewoon best wel een schaatsfan. Ja. En nou, al heel lang. En nou ja, al die technieken en zo. Het is allemaal steeds beter, steeds sneller. En maar wat gewoon het grappige is, en dan heb ik het wel eens met een vriendin over. En het valt ons gewoon op. Het starten. Het starten. Dan komt er ineens zo'n ouderwets Wild West pistool tevoorschijn. Ja. En er komt nog rook uit en een ouderwetse knal. Ja. En... kan dat niet wat moderner? Dat is zo'n schrille tegenstelling met al die techniek. En ik moet er gewoon steeds meer om lachen. En ik snap niet waarom ze dat nou gehouden hebben. En soms dan start hij ook niet, dan gaat hij niet af. Ja, dat is dat lijkt me vervelend. Heb je een jaar getraind, hè? Of 2 jaar soms. Ja. Ja, maar dan staan ze gewoon echt letterlijk met zo'n ouderwets... Wild West pistool staan ze gewoon. Ja. Het is nu wel dat hij, gelukkig nu wel, dan zit zo'n snoertje en dat hij wel automatisch blijkbaar afgaat. Maar dat was vroeger ook niet. Maar je vraag is dus, waarom het de startprocedure niet eens een keertje gemoderniseerd wordt? Ja, waarom hebben ze dat zo oude, ja, waarom is dat niet gemoderniseerd? Ja, waarom hebben ze dat zo ouderwets gelaten? Is dat nou traditie of zit daar een reden achter? Ik zou me iets... Die rook, ja, waarom is dat gewoon wit rook? Als ze het willen, zichtbaar willen houden, kunnen ze toch ook een beetje gekleurde rook maken? Dat iedereen het kan zien van dat het, weet ik veel, het moet een functie hebben. Maar het ziet er zo boers, zo belachelijk uit eigenlijk. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ik zeg 0800-112. En ik weet niet of daar een antwoord op gaat komen. Nee, want waarschijnlijk is het antwoord gewoon, het is kijken, traditie. Dan valt het ineens op. En het ziet er gewoon heel grappig uit. Dankjewel, Annemiek. Oké. Okay. Dag, tot de volgende keer. Hoi. Joep, fijne avond. Hey, doei. Timo. Hey, Astrid met Timo. Hallo. Hoi. Ik heb, ik zeg geen antwoorden meer. Ik zeg gewoon aanvullingen. Ik heb 3 aanvullingen. Mooi. En eventueel nog een vraag als je daar behoefte aan hebt. Ja. De aanvullingen zijn over het lesgeven. Ik had wel begrepen dat speciale scholen of speciaal onderwijs een beetje uitgerund werd. En dat die leerlingen zeg maar zonder rugzakje het reguliere onderwijs in werden gestuurd. Op welke vraag geef jij nu antwoord? Over het lesgeven van die meneer die les wou geven. Oh, die meneer de Rob van 51 die op zoek was naar een baan. Ja, natuurkunde, biologie. Ja, ja. Dus waarschijnlijk is er een hele grote behoefte aan bijles. En er zijn zelfs volgens mij websites waar je je op kan geven als bijlesleraar.
En dan word je gewoon ingeroosterd. En toevallig zag ik vandaag bij de Albert Heijn nog een briefje hangen met bijles gecertificeerd. Tweede graad of zo, ik weet het niet precies meer. Maar in ieder geval met een 06-nummer. Dus je zou zelfs bij de plaatselijke supermarkt nog... Het is wel heel ouderwets, hè? Dan kan hij ook op Marktplaats kijken. Ja, kan ook. Die kaartjes bij de supermarkt, dat nog bestaat. Ja, er worden zelfs huizen verkocht. Via die kaartjes, ja. Er was een huis in Heerlen te koop voor 105.000 euro bij de plaatselijke Albert Heijn hier in Den Haag. Dus ik weet niet waar. Maar in ieder geval, er is wel een grote behoefte aan bijles, omdat gewoon een heleboel leerlingen niet bij kunnen blijven. En er ook gewoon weinig individuele begeleiding is voor veel leerlingen die het wel nodig hebben. Nou, dat is echt een heel goed advies, Timo. Dank je wel. Ja. Nou, daar ben ik altijd heel blij mee. Jij bent altijd blij als ik niet zeg, jeetje Timo, wat een onzin, ja, bel je weer mee. Ja. Of helemaal fout, hartstikke fout. Nee, dat kan zeg ik toch nooit? Soms een beetje. Sommige mensen. En door. Nou, dan over het laatste woord. Oh ja. Van sommige journalisten. Ja. Ik denk dat het, ik zie het bij Nieuwsuur zie ik het vaak. Dan wordt iemand geïnterviewd rond een netelige kwestie. En dan loopt hij een beetje om de, of hij of zij natuurlijk, loopt een beetje om de hete brei heen te draaien. En dan denkt de journalist eigenlijk van ja, ik weet wel waar jouw belangen liggen en ik weet wel hoe het zit. Ja. Dus dan is het eigenlijk uit frustratie krijg je de neiging om op het laatste, als je eigenlijk diegene het woord al genomen hebt of de microfoon hebt weggetrokken. Ja. Wat ik trouwens ook heel raar vind, dat ze niet twee microfoons nemen. Eentje voor de interview en eentje voor de geïnterviewde. Maar dat is eigenlijk. Nee, maar dat is natuurlijk allemaal. Ik zou ook best heel graag af en toe de microfoon even bij sommige mensen weg willen trekken. Ja. Dat is natuurlijk allemaal over nagedacht. Ja. Ja. Maar ik denk dan dat je niet kan onderdrukken om even te laten horen hoe jij denkt dat het de waarheid is. Gewoon ter informatie van het publiek, zeg maar. Ook nog iets meegeven ter overdenking. Van zo zou het waarschijnlijk meer in elkaar kunnen zitten dan het antwoord wat u van de geïnterviewde hebt gehad. Maar ook uit een soort van frustratie, zeg maar, dat je iemand niet achter zich van zijn tong laat zien, omdat hij... Ja, maar ja. Nee, maar ik geloof niet dat het frustratie is. Ik heb natuurlijk een opleiding journalistiek, je zou het niet zeggen. Oh, ja. Maar het... Jawel. Nee, het is geen frustratie. Het is meer een poging tot objectiviteit. Ja. Want als ik praat met iemand van de Nationale Duivenvereniging, dan zegt die persoon, die zegt natuurlijk, ja, en duiven zijn zulke lieve beesten en zo mooi en ze kunnen zo goed de weg naar huis vinden. En, ja. Maar dan krijg ik inderdaad wel de behoefte om voor de luisteraar eventjes duidelijk te maken van ja, maar ja, ze kunnen ook ziektes overbrengen en ze zijn ook niet te eten. Ik roep maar wat, weet je, maar dat je eventjes probeert... Dat je geen scheef beeld laat bestaan. Precies, je probeert het gekleurde beeld volledig te maken. Ja. En dat doe je natuurlijk pas als de ander klaar is, denk ik. En los daarvan, als het gaat over journalisten op televisie of op de radio, het is ook gewoon je taak om nog even samen te vatten en te duiden en nog eventjes een mogelijke conclusie. Ja, dat wel, maar er wordt toch wel vaak een soort van, nou, een beetje met een toon van, nou ja, je geeft wel antwoord, maar zo zit het volgens mij. Een beetje een soort van toon van, wordt eraan meegegeven van eigenlijk van frustratie of teleurstelling. Echt waar? Nou, daar ga ik nog eens op letten. Ja. Ja, volgens mij, in mijn beleving is het meer, okay. Je bent de rol van degene die stuurt. Ja. En de inkleuring wordt gegeven door mensen die toch vaak aan een eenzijdige mening... in de journalistiek heb je ook horen en wederhoor. Dus eigenlijk moet je de mensen die zwart vinden en de mensen die wit zitten. En dan hoef je alleen maar tussen te sturen. Maar ja, dat kan niet altijd. Nee, en af en toe moet je ook even afronden of een conclusie trekken of even herhalen. Of... Ja, maar ook vaak en dat denk ik ook wel, als je als journalist zelf last hebt van vooroordelen, wat er vaak terechtkomt, zeg maar, tussen links en rechts. Want en mensen hebben hele specifieke beelden over links of over rechts, met alle emoties die erbij horen. Ja. En dan ook journalisten hebben er natuurlijk last van. En dan heb je toch vaak uit de toon, dan blijkt van nou, zetten we even in de linkerhoek of even in de rechterhoek. Hmm. Dat komt ook wel eens voor, maar dat is natuurlijk menselijk. Je probeert dat achterwege te laten, dat is je taak natuurlijk. Ja. Maar soms kan je er niet aan ontkomen. Dan ben je gewoon zo gefrustreerd van dat iemand om de hete brei, of om in jouw ogen, wat in jouw ogen de waarheid is, of wat uit jouw ervaring en herinnering
de waarheid is dat dat niet gezegd wordt, dat je niet kan laten, denk ik, om even toch nog even de pijnlijke zenuw bloot te leggen, of hoe noem je dat? Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt, maar ik, ervaar het niet helemaal zo, want ik hoop toch dat de meeste journalisten... Ach, dan valt Timo weg, dat is jammer, want die heeft altijd wel een goed verhaal. Maar goed, in mijn ervaring, de meeste journalisten, die zoeken toch de feiten en die moeten toch een poging doen om redelijk objectief te zijn. Maar goed, als iemand een heel zwart-wit verhaal heeft, dan is het ook je taak om eventjes de andere kant te laten zien. Goed, ik kan, vind ik wel nu mooi, de vraag afstrepen van Roel. Waarom journalisten altijd het laatste woord willen hebben. Want daar valt natuurlijk ook niet een eensluidend antwoord op te geven. Maar Timo heeft daar wel een goede poging toe gedaan. Erik. Hoi, Astrid, dat was ik weer. Hoi. Hoi. Ik had even nog een kleine aanvulling over dat roken. Of is er eigenlijk een mening. Ja. Ik ben mede-eigenaar van een café geweest. Ja. Wat zou ik zeggen? Als ik 's middags moest werken, zeg maar, dan was je in dienst van 2 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, dan was het voor mij gewoon, overdag was het niet gerookt, omdat de mensen met de kinderen kunnen komen. Kinderen hebben niet de bevoegdheid om zelf te beslissen, we gaan hier naar binnen of daar naar binnen. Ja. Dat werd af en toe niet altijd gewaardeerd, maar ik hield gewoon voet bij stuk. Dus volwassen mensen, die hebben zelf een mening inderdaad, van ik ga hier naar binnen, terwijl ik weet dat er gerookt wordt, of dat er niet gerookt wordt. In de tijd dat het rookverbod ingesteld werd, waren er ook cafés, rookvrije cafés, en die gingen binnen no time over de kop. Ja. En dat moet ook een beetje. En ik vraag me ook af, van als nou het roken zo ongezond is, mag straks ook geen alcohol geschonken worden in cafés? Nee, maar de clue is dus met roken dat het niet alleen ongezond voor jezelf is. Nee, maar als ik de straalbezopen in mijn auto stap en ik ga jou overhoop. Nee, maar dat mag dus ook niet. Nee, precies, maar het wordt wel gedoogd, weet je. Dit is een hele scheve redenatie, Erik. Want als ik straalbezopen een pistool pak en ik schiet iemand dood, dat mag ook niet, weet je. Ja, je mag niet dronken in je auto stappen, omdat je dan niet meer in staat bent om je auto goed te besturen. Maar je mag zo dronken worden als je zelf wil. Maar het gaat om de gezondheid van anderen. Ja. Ja, maar ik vraag me ook af van hoeveel inkomsten de Nederlandse staat aan accijnsen binnenhaalt. Want ze willen roken ontmoedigen, maar ze maken wel het tabak duurder. Nou, en volgens mij, ja, maar dat gaat natuurlijk onder het mom van als je het duurder maakt, dan gaan mensen minder roken. Ja, en als er dan minder mensen gaan roken, dan wordt het dus net zoveel geld uitgegeven omdat het duurder gemaakt wordt. Ja, dus is iedereen tevreden, toch? Ja, precies. Er zit zoveel geld in de tabakindustrie wat binnenkomt in de staat. Nou, dat is het probleem. Het is de stofjes in de sigaretten die verslavend werken moeten verboden worden. Ja, maar ja, dat gaat niet, want daarvoor gaat het dus te veel geld om in de tabaksindustrie. Maar goed, ja, ik laat me iedere keer weer verleiden tot discussies over roken. Gewoon omdat het gaat me zo aan het hart. Ik hoor dat jij een tegenstander bent en daar heb ik ook alle respect voor. En je hebt ook gelijk natuurlijk, het is niet goed voor je. Maar het is wel natuurlijk een beslissing van iemand die zelf neemt. Nee! Nee, en dat is het probleem. Ik rook. Het is mijn beslissing om te roken. Ja, maar daardoor rook ik mee. En dat is niet mijn beslissing. Het is jouw beslissing om ergens naar binnen te gaan, maar wel of niet gerookt wordt. Ja, maar dat is dus niet waar. En dat is dus wat ik zeg. Nee, maar dat is toch raar, Erik. Dat is toch een rare redenatie. Stel, ik ga. Nee, maar stel. Nou, nee. Nou mag ik. Stel. Ja. Ik ga in een café zitten. En ik ga iedereen die om mij heen zit heel hard tegen de schenen schoppen. Ja. En mensen gaan klagen bij de bedrijfsleider. En zeggen van ja, ze schopt mij heel hard tegen de schenen. En de bedrijfsleider zegt ja, het is jouw beslissing om ergens naar binnen te gaan waar iemand zit die heel hard tegen iemands schenen aan gaat staan schoppen. Ja. Dat slaat toch nergens op. Ik kan niet meer een café binnengaan omdat jij daar iets zit te doen wat schadelijk is voor mijn gezondheid. Dat is toch de omgekeerde wereld. Als jij vegetariër zou zijn, ja, dan kies je er toch ook niet voor om ergens in een restaurant te gaan zitten waar een enorme lappen vlees op het bord ligt. Nee, maar dan wil je dus zeggen dat uitgaan alleen maar bestemd is voor mensen die roken. Nee. Willen roken. Uitgaan is voor iedereen toegankelijk, wat je eigen keuze is. Nee, maar als ik wil uitgaan en er zit daar iemand die zit iets te doen wat mij schade berokkent.
Ja. Dat is toch heel raar? Dan moet ik toch niet stoppen met uitgaan? Dan moet jij stoppen met mijn schade berokkenen. Oh, maar waarom moet ik stoppen dan en jij niet? Omdat ik jou dikt. Kijk, ik ben heel erg van leven en laten leven. Als ik uitga, doe ik jou geen kwaad. Als jij daar gaat zitten roken, doe jij mij wel kwaad. Als ik bij een bushalte zit op de bus te wachten en dan komt een of andere grote dieselbus aan en ik heb een enorme uitstoot van diesel in mijn gezicht, dan is het ook kwaad. Dat is ook kwaad, maar dat heeft nog een doel. Daar wordt iets aan gedaan. Maar dat heeft nog een doel. Een doel? Ik zei je nog wat anders. Om mensen van A naar B te... Het heeft ook geen zin. Ik moet ook niet proberen om een roker enige logica of een roker bij te proberen te brengen. Of ik roker ben of jij roker of niet. Ik heb een flat gewoond in de binnenstad van Arnhem. En was op 1 hoog. Nou, binnen een jaar zaten de roetdeeltjes in mijn vensterbank ingevreten. Nee, maar Erik, je hebt ook gelijk, maar het is gewoon een heel andere discussie. Het is net als te zeggen ik schop jou tegen de schenen, want er is in Tsjechië ook iemand die mensen gewoon hun hersens inslaat. Het heeft niets met elkaar te maken. Ja, maar ik bedoel, wat ik zeg, waar stopt het? Iedereen mag beslissen wat hij wil, in principe in dit land. Tenminste, daar gaan we vanuit. Ze zeggen dat het een democratie is, daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Maar... als ik besluit, van ik ga ergens naar binnen en ik zie dat er gerookt wordt, net wat die eerdere meneer ook al zei, van hang een bordje op de deur van hier wordt gerookt of hier wordt niet gerookt, dan is het jouw keuze. En ik zeg erbij, ook van toen ik nog als mede-eigenaar, toen ik van 2 tot 8 s'avonds werkte, werd er gewoon niet gerookt. Omdat ik weet dat er kunnen mensen met kinderen komen, vooral op koopzondag, een kopje koffie drinken met een koekje erbij. Dan is dat maar een beslissing. En als je het je niet bevalt, dan ga je maar ergens anders heen. En dan is het inderdaad, roken moet mogen. Ja, nou ja, ik denk dat we het nooit eens worden. Nee, maar goed, het mag voor mij ook, maar in een afgesloten ruimte waar je alleen die smerige stoffen zelf inademt. Ja, maar ik heb ook respect voor jouw pleidooi en zo, voor niet roken. Het is ook niet goed, dat zeg ik ook niet. Maar er zijn zoveel meer dingen en dan denk ik, waar stopt het een keer? Ja, maar dat is natuurlijk helemaal een dooddoener. Gaat zeggen in een café, je kan alleen maar een frisje en een watertje krijgen. Nee, want je mag doen en laten wat je doet, zolang je anderen geen schade berokkent. Dat vind ik het belangrijke argument. Er zijn ook mensen die alcohol drinken, die brokken anderen ook schade. Nee, want dat heeft niets met elkaar te maken. Als je gaat verbieden alcohol te drinken omdat je mensen dan schade brokken, dan moet je ook verbieden dat mensen ruzie maken. Dan moet je ook verbieden dat mensen een slechte bui hebben. Dan moet je verbieden dat mensen... Weet je, Daarom zeg ik, wanneer stopt het? Ja, nee, maar daar is een directe... Erik, we kunnen er echt volgens mij 4 uur over discussiëren. En er zijn nog maar 2 mensen die luisteren. Ik ga een kopje koffie met je willen drinken, dan gaan we gewoon buiten. Echt niet, jij steekt een sigaret op. Get verderrie. Erik, dank je wel, hè. Oké. Hoi, goeie vrijdag. Hoi. Nog een keertje de opgave van de crypto. Getuigenis met passie. Ik zoek naar een oplossing van 17 letters. Die kun je doorgeven via 0800-1121. Meneer Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij heb je net een luisteraar gehad met passie voor roken. Ja, en ik respecteer dat. Maar nou, begrijpen doe ik het niet. Nee, ik deel je mening. Ik begrijp ook niet waarom de fabrikanten van sigaretten niet een soort van maskertje bedenken, zoals een operatiekamer, dat die mensen gewoon hun lucht binnenhouden. Ja. En ga praten daarna en dat schoon lucht buiten komt. Fantastisch. Het ziet er toch wel lullig uit als je rookt, dus met zo'n maskertje erbij maakt dat niet zoveel uit. Ja, een soort flesvormig ding eromheen. Ja. Goed idee. Kunnen wij gewoon gezellig uitgaan zonder die rook. Ze kunnen ook wel volgens mij echt wel iets anders verslavends verzinnen. Laten we erover ophouden. Het heeft niets meer met vragen en antwoorden te maken. Waar belde je over, meneer Jansen? Nou, ik had wel een andere vraag. In het kader van het afvallen zie je een aantal mensen die van het begin van het jaar altijd weer fanatiek gaan lopen en gaan zwemmen onder andere. Ja. En wat mij dan opvalt is dat die mensen gaan zwemmen. En eigenlijk van tevoren gaan ze naar de wc, naar het toilet. En na een half uurtje moeten ze allemaal weer naar het toilet. En op een of andere manier zit er kennelijk een verbinding dat als mensen in het water zitten, zwemmen. Ja. Ondanks dat ze geen vloeistof tot zich nemen, drinken, want ze drinken het bad niet leeg. Nee. Toch heel snel weer naar de wc toe moeten. Is het niet gewoon hetzelfde effect als een fontein of een lopende kraan? Dat weet ik niet. Ja. Dat je gewoon denkt aan water en denkt, ach, ik ga even wateren.
Nou, meestal gebeurt als iemand bij een fontein zit, dat hij dan nog wel iets nuttigs en water tot zich neemt en drinkt. Maar hier ben je aan het sporten, dus zou je denken dat je juist je... Water verliest? Ieuw. Juist. Ja. En eigenlijk is het tegenovergestelde waar. En ja, wellicht dat er iemand luistert die daar verstand van heeft. Zegt van, je cellen kunnen het water niet afvoeren, waardoor je blaas vol loopt. Of... Ik vroeg me af waar dat nou vandaan kwam. Zou Willem-Alexander nou heel vaak moeten plassen? Als manager zal hij wel zijn kanaal weten te vinden, denk ik. Ja, daar kan ik niet overheen. Dankjewel. Goeienacht. Dankjewel. Dag. Dag. Kees Boosman uit Purmerend. Goeienacht. Hallo Kees. Astrid, de crypto. Ah, de crypto. Wacht even hoor. Wacht. Dan haal ik de opgave er even bij. Getuigenis met passie. 17 letters. Een liefdesverklaring. Ja, dat is natuurlijk goed. Dat is, ja, liefdesverklaring. Dat is hem natuurlijk. Enig idee wat misschien de actuele aanleiding geweest zou kunnen zijn? Valentijnsdag. Ja, helemaal goed. Ja. Wat heb je gedaan met Valentijnsdag, Kees Boosman? Helemaal niets. Ach. Helemaal niets. Helemaal niks? Nee, 12 jaar gelukkig gescheiden. Oh ja, nee, dan... En is er nog geen nieuwe vrouw in het vizier? Een tijdje geweest, maar de afstand... Oh. Ja, Duitsland dus. Ja, dat is te ver weg. Liberijn ende met schmerz als schmerz ohne ende. Ja, dat versta je dan, hè? Als je Duitse liefde hebt. Ja, nee, oké. Okay. Maar over dat roken. Ja. Ik rook. Ik ga vaak naar salsa feestjes. Maar ook de niet-rokers gaan buiten staan. Ja, maar dat is ook... Misschien dat ik me er daarom wel zo druk over maak. Je wordt ook zo buitengesloten. Je collega's gaan sowieso roken, terwijl je doorwerkt. En dan gaan ze met elkaar staan roddelen, waardoor je alle bedrijfsroddels mist. En de gezelligheid. Ja. Ik zit ook wel eens, bij Radio 6 zit ik wel eens in het rookhok. Gewoon voor de gezelligheid. Ik vind het gewoon echt heel vies. Maar ja, anders dan mis ik alles. En stoppen met roken dan... Mijn dochter was verstopt, die kwam 10 kilo aan. Ja. Kom ik 10 kilo aan, ben ik boven de 100. Oh ja, dat moeten we niet hebben, hè? Dus... Krijg je daar weer gezondheidsklachten van? Ja. Nou, steek er nog lekker eentje op. Ben ik aan het doen ook eigenlijk. Ik moest zo lang wachten. Nou, ik stuur toch iets op, ondanks dat. Gezellig. Oké, dag. Bedankt, dag. Dag. 0800-1121. Hallo met Timo. Ah, daar was je weer. Ja, de verbinding werd net verbroken. Ja, hou op, schei uit. Ja. Oké, nou, de laatste aanvulling was over stemmen en niet stemmen en blanco stemmen. Ja. Ik had vroeger altijd heel veel moeite met stemmen om stem te bepalen. Ja. En toen heb ik eigenlijk of maar wat gedaan of eigenlijk niet gestemd. Maar eigenlijk sinds 11 september 2001, ja. Toen realiseerde ik me eigenlijk van ja, eigenlijk zeg maar, als er geen macht is, dan is degene die de macht grijpt, heeft de macht. Ja. Dat is gewoon het recht van de sterkste. Dus ik ben toen eigenlijk pas serieus mijn stem gaan bepalen, ook al is het heel moeilijk en soms zelfs pijnlijk. Maar met stemwijzer lukt het wel. Ja. Bij mij dan. En het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk zeg maar een soort van gaan stemmen als stem je blanco. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de democratie accepteert. Dus de democratische rechtsstaat. Dat je eigenlijk gevrijwaard wil worden van geweld. En dat de besluitvorming door middel van argumentatie en debat plaatsvindt. In plaats van degene die het hardste kan staan of het meeste wapens heeft. Maar het is toch verschil of je blanco stemt of niet stemt? Ja, het maakt verschil. Met dit is niet alleen een symbolische bijdrage. Oh ja, nee, oké. Nee, je bedoelt voor de telling. Ja. Ja, nou, naar mijn inschatting is dat gewoon, wordt dat gewoon, zeg maar, het gaat het meer om de verhoudingen. Dus blanco stemmen tellen, wat dat betreft niet mee. Ongetwijfeld wordt het via de verdeling, wordt dat wel ergens meegerekend, maar niet richting een bepaalde partij. Gewoon naar verhouding. En de grote partijen zullen dan, ja, nou ja, het ligt eraan hoe, ja, de cut-off, zeg maar. Dus volgens mij telt dat niet mee. Je kan gewoon min of meer zeggen dat het niet meet. Maar je geeft wel aan dat je gewoon de democratie wel belangrijk vindt. Want als er maar één iemand stemt, ja, dan heb je toch wel een beetje een probleem met je legitimatie natuurlijk. Want hoeveel mensen heb je dan achter je staan? Dus er moeten wel flink wat mensen komen opkomen, wil je, zeg maar, voelen dat je ook echt de macht te geven is. Nou ja, dat hangt er vanaf. Als je zeker zou weten dat er echt een dwarsdoorsnede van de bevolking komt, dan maakt het natuurlijk niet uit. Nou ja, een opkomstpercentage wat laag is wel pijnlijk voor een democratisch stelsel. Hmm.
Het blijft mij dwars zitten, want ik weet dat er verschil is, alleen ik weet niet meer waar het zit. Nou precies, de rekenkundige verschil weet ik ook niet. Er moet toch iemand zijn die dat weet, maar ik heb haast, want het programma is bijna afgelopen. Ja, 0800-1121, dankjewel Timo. Doei. Ja. Dag. Wouter Sweers, goeienacht. Maar misschien dat ik je lijden kan verlossen. Nou, graag. Met een antwoord over de stemmen. Ja. Een blanco stem, die telt mee voor de kiesdeler. Ja. En de kiesdeler, dat is het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal beschikbare zetels. Dus het heeft in dat opzicht wel invloed, want het zorgt er namelijk ook voor dat je meer stemmen moet vergaren, of dat er meer stemmen vergaard moeten worden om überhaupt één zetel te krijgen. En dan wordt het wat eerlijker van? Of wat representatiever eigenlijk? Ja, dat zeker. Omdat het namelijk gewoon aangeeft dat er meer mensen zijn gaan stemmen. Dus dat die verhouding, als je niet stemt, ja, dan telt er inderdaad helemaal niks mee. Dan hou je automatisch ook een lagere kiesdrempel over. Ik dank je hartelijk, Wouter. Graag gedaan. Het is een pak van mijn hart. Ja, ter afsluiting van het roken, er zijn stickers te koop. Ja. Daar staat op, het is niet erg als u hier rookt, maar niet uitblaast. Kijk, zo'n sticker plak ik op mijn voorhoofd. Ik wens je een prettige dag. Dankjewel, Wouter. Hoi. Dag. Kim Timmerman. Dag, Astrid. Hallo. Zeg, over dat stemmen. Ja. Wel of niet stemmen, of blanco stemmen. Daar zit hem hierin. Dat als je, een jaar of 15 terug, toen had je nog stemplicht. Als je niet kwam, dan werd je ervoor gestraft, dan kreeg je een boete. Echt waar? We hebben een stemplicht gehad vroeger. En dat is tegenwoordig niet meer, je hoeft niet meer te komen. Het is langer geleden dan hoor, want ik ben nooit verplicht geweest geworden om te gaan stemmen. Nou, kijk het maar na, maar de oorzaak zit hem in het feit van stemplicht en niet gaan stemmen, dat was strafbaar. En daar werd je voor gestraft. En dan zat toch half Nederland 3 dagen in de gevangenis? Nou nee, want toen was de opkomst veel groter. Ja, maar nog lang geen 100% natuurlijk. En dan moesten ze die mensen gaan zoeken die er niet waren. Ja, nou ja, je kon toch iemand de machtiging meegeven dan eventueel, als je toch niet van plan was om te gaan. Dat doet toch niemand, maar, Kim? Maar het is in ieder geval, toen was de stemplicht en het werd bestraft als je niet kwam. Dus het moet dan langer geleden zijn dat ik het niet... Op de chat zegt Eline, het is inderdaad verplicht geweest. Je kreeg 5 gulden boete als je niet kwam. Nou, het was wel iets meer. Dat voelde misschien als meer. Wat zeg je? Dat voelde misschien in ieder geval als meer. Ja. 5 gulden was natuurlijk vroeger veel meer dan 5 euro nu. Dat wel. Ja. Ja. Goed. Nou, dan is daar misschien, dan kon je, want als je moest, dan kon je in ieder geval blanco gaan stemmen. En dan kon je blanco stemmen. Ik krijg door dat het tot 1970 was, Kim. Ja. Dat is wel mooi dat het in 1970, dat pas 15 jaar geleden is. Dat zou mooi zijn. Ja, genau. En toen was jij er nog niet, hè? Nee. Nee, 1970, dat kan ik me niet herinneren, nee. Nou ja, we zijn eruit. Bedankt, hè. Graag gedaan. Fijne dag. Hetzelfde. Dag. Jan Leenders. Ja, ik had een antwoord op die vraag van die grens tussen Canada en de Verenigde Staten. Dat is de 49ste breedtegraad, hè. Oh, en daar loopt het precies langs. Daar hebben ze toen besloten. Dat hebben ze zo besloten. Ja, dat zijn alle staten die richting het oosten gaan. Die liggen allemaal, die zijn allemaal verdeeld... tussen Canada en toen het Britse Koninkrijk en de opstandige Verenigde Staten. Bij het verdrag van Parijs, om precies te zijn. En daar is de 49ste breedtegraad, is de grens geworden tussen die landen. Kijk, dat zijn nog eens antwoorden. En er zijn een paar kleine plaatsjes, maar dat is meer aan de westkust bij de grote meren, zeg maar. Die liggen eigenlijk in Canada. Die zijn dus een stukje Amerika. Wat in Canada ligt, dat is alleen maar via Canada te bereiken.
En die worden heel veel gebruikt om te smokkelen, want de benzine en de sigaretten zijn in Canada duurder dan in de Verenigde Staten. Dus daar gaan Canadezen heen om Amerikaanse sigaretten te kopen. En daar zijn we weer. Hoera. En petrol. Gasoline. Ja. Oh ja. Nou, dan kan je het mee doen. Hartstikke en een prettige goed. Dag verder. Dankjewel, hè. Hoi, dag. Dag. Fijne vrijdag. Dag. Henk Abbes, goeienacht. Hallo, Henk. Ik hoor iemand ademen, dus als je nu denkt van... goh, ik zit hard op te ademen, zeg dan even hallo. Nee. Hallo. Hallo, met wie? Rijn Kappers. Tuurlijk, Rijn Kappers, dat is bijna Henk Abbes. Ja. Ja, wat kan ik voor je doen, Rijn? Nou, luister, ik heb notitie gemaakt. Max, wat staat dat voor? Is dat een paardennaam? Ik heb een broer, die heette Max. Maar A... M-A-X, wat staat dat voor? En dan bedoel je natuurlijk niet als in maximaal. Jullie omroep. Waarom we Max heten? Ja. Dat is best een goede vraag. Maar waar staat dat voor, M-A-X? Dat moet ik natuurlijk weten. Ja, daarom. Ja, dat zou ik natuurlijk moeten weten. Ik heb geen flauw idee eigenlijk. Sorry dat ik je verlegenheid breng. Ja. KRO weet ik, en de VPRO en zoiets allemaal. Ja, al die afkortingen. Max, waar staat dat voor? Poeh. Ik denk... Zoeken we op. Ja, ik denk to the max. Ja, zoeken we op. De maximaal presteren. Ik doe echt een gokje. Potdikkie. Nou, dan is het maar... Oh, wacht even, ik kijk even op de chat. Want ik heb namelijk op de chat heb ik, van die hele slimme mensen... die weten dat misschien... Nee, geen idee. Ook niet. Nou, dat is toch ook wat... Ja. Als ik er niet achter kom nog de komende 10 minuten, dan vraag ik het wel eventjes na bij meneer Jan Slachter. Dan hoor ik het wel. Ja, want die dan mag heb ik nog een antwoord ja. Op die verzakkingen in Groningen. Je hebt misschien een zachte G gehoord dat ik uit Limburg kom. Ja, maar ik heb ook helemaal geen vraag over verzakkingen in Groningen. Ja, maar ik woon in Geef Limburg toch een op een plaats waar dus de grond 7 meter is gezakt. Ja. Dus ze moeten niet zo piepen in Groningen, wou je eigenlijk zeggen. Ja, nou, luister, ze kunnen anders piepen. Ja. Want het gas is natuurlijk vloeibaar en dat stroomt naar alle kanten uit. Ja. En die koelenlagen die onder kerkgebouwen of onder utiliteitsgebouwen zaten, die lieten ze zitten. Om verzakken te komen, want ze moesten ervoor betalen, hè? Ja. Dus het is iets vreemd. Maar ik zit in een plaats waar ik 7 meter ben gezakt. Oké. Okay. Nou, staat genoteerd. Dankjewel, Rijn. Alsjeblieft. Goeiedag. Dus Max hoor ik nog, hè? Ja, ik ga het opzoeken. Dan moet ik er volgende week maar mee beginnen. Er zit niks anders op. Oké, okay, dag. Ja, alsjeblieft. Dag. 0800-1121. Rebecca. Astrid, goedemorgen. Hallo, hoi Rebecca. Hallo. Ja, ik zette om 5 uur de radio aan. En toen ben ik proberen je te gaan bellen over dat stemmen. Er is inmiddels heel veel over gezegd. Ja. Maar wat ik me nog kan herinneren van... mijn cursus sociale verzekeringen, waar ook staatsinrichting in zat. Blanco stemmen, dat betekent dat die stem, die heb je geldig gemaakt. En die telt voor de rest nergens meer mee. En anders stemmen die niet gestemd, als je niet gestemd hebt, dan zijn er zoveel stemmen en die worden verdeeld over de rest van de partijen. En dat is wat ik ervan over heb gehouden. Hartstikke goed, Rebecca. Dank je wel. Ja. Nou was er nog een vraag en daar wou ik iets over zeggen. Maar ik lig vanaf 5 uur met de telefoon in mijn handen. En nu weet je het niet meer. Ik was bijna weer een beetje in slaap gedommeld. Dus vandaar. Leg hem lekker neer. Doe je ogen weer dicht. We zijn toch bijna klaar. Ja, ik doe mijn ogen weer dicht. Hé, Astrid, maar het was weer heel fijn om je even gehoord te hebben. Hetzelfde, Rebecca. Fijn je weer even te spreken. Ja, want het had weinig gescheeld of je had me nooit meer horen spreken. Oh, hoe dat zo? Ik had een plotselinge medicijnallergie. Jeetje. Ja, en
Ik was onderweg naar de hemel, zeg maar. En ik werd nog even teruggestuurd. Dus mijn taak zal er hier nog niet op zitten. Oeh, Rebecca toch. Dus ik moet nog maar eventjes extra genieten van het leven, vind je? Nou, zeker. Ja, ja. Doe dat maar, zeker maar. Fijn je even weer gehoord te hebben. Oké, okay. Nou maak nou af en toe weer even wat laten horen, anders ga ik me zorgen maken. Is goed, Astrid. Oké. Okay. Maar ik ben niet meer zo gek dat ik met de tandenborstel op rij staat. Dat doe jij ook niet meer? Nee, ik heb de tandenborstel in de wilgen gehangen. Oké, okay, ik ja, ook. Ja, wordt niet meer gepoetst. Tenminste, ja. De hey, tanden ik nog. Ik weet hem weer. Die ja. Hoed en die rand. Oh, nou, even snel dan. Ja, vroeger... wisten de hoeden, die hadden de kennis, de petten niet. De petten waren de arbeiders. En wilde je nou iets precies weten, hoe iets in elkaar zat, dan moest je naar de hoeden toe. Oh, niet naar de petten. Niet naar de petten. En de hoeden en de rand van de hoeden, dan kwam je dus alles te weten. Volgens mij zat hij in die hoek. Hartstikke goed, dankjewel Rebecca. Ja. Wel trusten. Ja, dankjewel. En een fijne dag. En kijk in godsnaam uit als je nog naar Kampen moet. Zal ik zeker doen hoor. Ik rij voorzichtig. Oké. Okay. Doei. Doei, dag. Gelukkig dat ik van Martin via de chat een berichtje krijg over Max. Ik werd er helemaal ongerust van. Jochem stuurde het ook al even door. De tekst van onze allereigenste website natuurlijk. Ouderen zijn belangrijk in onze maatschappij. Ik citeer even van omroepmax.nl. In de overdracht van kennis als collectief geheugen voor het besef van normen en waarden en als bindende factor in veel maatschappelijke en sociale omgevingen. Klopt allemaal als een bus, hè? Want ouderen hebben de meeste ervaring met het leven van iedereen in de maatschappij. De maximale levenservaring maakt ouderen bijzonder. En daarom hebben we voor de naam Max gekozen. Poeh, ik ben blij dat we dan nog even recht hebben kunnen zetten voor Rijn. Nancy van Hees, goeienacht. Hoi. Hallo. Goedemorgen. Dag. Ja, ik reageer eigenlijk even op die mevrouw. Die voor €22 per dag was het toch? Ja, klopt. Ook dat wou ik dat had. Zeg. Ja, dat ik hoor het geweest. Vaker. Maar ja, als je het niet gewend bent, dan is het toch eventjes aanpassen. Ja. Ja, dat is een feit. Maar ik heb het goddorie per week, joh. Ja. Dus, en ik ben ook teruggemoeten. Ja, nou, dan ga je op aanbiedingen rijden. Ja, dus toch gaan zoeken in foldertjes en dat soort dingen. Foldertjes zoeken en... je neemt vaker je benen en je gaat zoveel mogelijk abonnementen de deur uit. En je doet alles gewoon zuiniger aan. Goed, en je let goed op dat je geen eten weggooit. Oh ja, toch weer die vriezer, hè? Alles bewaren en wat je later nog eens een keer kunt eten, ja. Ja. Ja, goed, je moet het wel goed bewaren, want je gaat je natuurlijk niet doodziek vreten voor €1. Lijkt me heel onverstandig, inderdaad. Ja. Ja. Nee, dankjewel Nancy. Dus, ook namens Regina. Maar je moet niet mopperen, hoor, met €22 per dag. Ja, maar ja. Iedereen heeft zijn eigen maatstaven en de een lukt het wel en de ander heeft er moeite mee. Dus ik vind het al heel dapper dat ze het durft aan te geven. Hm? Ik heb er moeite mee, kan niemand mij helpen. Ja, nou dankjewel Nancy. Jo, dag, hoi. Tim Bootsman, goeienacht. Goedemorgen Astrid. Hallo. Nou, ja, op dit uur al zoveel gras wegmaaien. Ik heb mijn etymologisch woordenboek erop nageplozen, maar het staat er gewoon niet in. Maar staat je had een dame in? Die had in plaats van etymologisch woordenboek ook de telefoon in de hand. En die wist het wel, dus dat is mooi. Ja, Max, dat wist ik ook zo eventjes. Met dien verstande dat de fout erin zit, dat het niet normen en waarden, maar waarden en normen is. Ja. Het begint met waarden, het is geen kennis, ontstaat er vanzelf normen. Oh. Niet andersom. Ik geef het even door. Daarin, dat er nog waarde overblijft. He, die blunder die is ooit eens een keertje door Balkenende in het leven geroepen. En het grappige is dat juist uit die extreem christelijke hoek die stelling van waarde en normen overeind gehouden is. En ik hoor helemaal niet in die hoek, maar ik heb wel zoiets van... geeft huiduitslag op mijn tong of liezen. Ik ben altijd al blij als mensen niet maden en wormen zeggen. Maden en wormen, nou ja, vind ik... Eigenlijk dan normen en waarden. Oké, okay, nou ik ga hem nooit meer vergeten. Dankjewel, Tim. Oké, okay, fijne dag. Hetzelfde, dag. Hey, Timo. Ja, nog even heel snel op de valreep. Ja, graag. Plassen in het water. In de baarmoeder zit je ook in het vocht en laat je plas lopen gewoon als hij er is. En als iemand in bed ligt en je doet zijn kopje in een... Hij is ontspannen en je doet zijn hand in een kopje naar water, gaat hij ook plassen. Dus
blijkbaar als je ontspannen bent en je ligt in het water, zal het wel een of andere biologische reactie oproepen dat je moet gaan plassen. Het is eigenlijk heel kinderachtig. Ja, ze doen het in het leger, doen ze het vooral. Ja, zo ja, kinderachtig ja. Natuurlijk. Nee, maar ik meer. Nou ja, goed. Dankjewel Timo, tot de volgende keer weer. Oké, bye bye. Dit was Nachtzuster voor deze nacht. Volgende week zijn we er weer. Ik hoop van harte tot dan. Dag.